Er staat nog een mooi muziekje aan, maar daarna kunnen we echt beginnen. Welkom allemaal, Pakhuis de Zwijger, bij de avond tussen kerk en yogamat. In de wandelgangen heet het dat tussen toga en yoga. Dat klinkt ook wat makkelijker, dan weet je in ieder geval waar het over gaat. Welkom ook de mensen die meekijken bij de livestream. Ik zit een beetje te turen af en toe, want vanwege de livestream is er fel licht. Maar dat is nodig, want anders zien jullie ons thuis niet. Maar in ieder geval mensen die ziek zijn, want er zijn er een aantal, weten we, van harte beterschap. En ga lekker onder de wol zitten en luister naar ons en kijk met ons mee. Dit is de tweede sessie in de serie Urban Religion, wat het Pakhuis de Zwijger, Bijbels Museum en de Protestantse Kerk Amsterdam aanbieden. Dat is eigenlijk een zoektocht naar wat zingeving, religie en alles wat daartussen zit eigenlijk nog voorstelt in Amsterdam op dit moment. Of juist opnieuw tot bloei komt. In de vorige editie, ik weet niet of jullie het... Hallo, welkom. In de vorige editie die jullie misschien meegemaakt hebben, toen hadden we het over een tentoonstelling, daar haakte op in, van het Bijbels Museum. Dit is mijn verhaal. En daar vertelden jongeren wat de Bijbel en Bijbelverhalen soms voor hen betekenen en soms een soort keerpunt in hun leven vormden. En dat was een hele mooie avond met, daar herinner ik me, bijvoorbeeld Revelino, dat was een jongen uit het Zuidoost met dreadlocks. En die spiegelde zich aan het verhaal van Simpson, een oud-testamentische verzetstrijder met lang haar waar hij zijn kracht aan ontleende. Nou, zo vertelde hij wat het geloof voor hem betekende. Een hele mooie avond en dit is mijn verhaal. Die tentoonstelling waar het allemaal bij begonnen is, die reist nog door het land. En ik heb net gehoord van de afvaardiging van het Bijbels Museum dat in Zwolle tot half april te kijken is. Dus gelijk een dagje Zwolle erbij. Maar het is de moeite waard. Vanavond gaat het ook over bezieling. We gaan op expeditie, eigenlijk een experiment door de urban jungle. En we vragen ons af van ja, wat stellen de traditionele religies in de stad voor? En vooral, hoe willen ze zich vernieuwen om nieuwe mensen aan te spreken? Ook geseculariseerde Amsterdammers. Werkt dit ook en wat levert het op? Tegelijkertijd zijn er ook een heleboel nieuwe vormen van zingeving, spiritualiteit, programma's, cursussen over wie ben ik, hoe kan ik me ontwikkelen, vooral onder jongeren. En die zijn er ook bezig. En dat zijn de nieuwe vormen die we vandaag ook aan jullie presenteren. Vier mensen vertegenwoordigers daarvan. Dus het wordt wat dat betreft een boeiende avond tussen traditie en tussen vernieuwing. En de traditie die zich vernieuwt. En daarbij staat ook een vraag centraal van, worden we niet een beetje te individualistisch op die zoektocht? Waar is de gemeenschap? Of je kunt je ook afvragen, is er ook maatschappelijke betrokkenheid? Hè? Worden de wereldproblemen hierdoor opgelost? Maar eerst wil ik eens even kijken van wie er in de zaal zit. Want ik tussen het licht door zie ik wat mensen zitten. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd van wie daar zit. Wie noemt zich bijvoorbeeld religieus? Ja, jij zit in het forum, dus vraag. Ja. Wat betekent dat voor u? Ja, religie is godsdienst. En, ja, lastig eigenlijk. Je doet aan een godsdienst? Nou, ik weet het echt niet. Nee? Nee, ik weet het niet. Nee. Okay. Iemand anders die zegt van, nee, ik voel me echt religieus en daarvoor zit ik hier? Ik ben in ieder geval christelijk opgegroeid. En dat heb ik dus, zeg maar, dat zit in me. En sinds ik in Amsterdam woon, is dat wel een beetje een zoektocht geworden van wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? En het is belangrijk genoeg om die zoektocht voorlopig nog maar eens even voor te zetten. Dus u bent echt op zoektocht. Dus nou ja, voor u hebben we deze avond georganiseerd. Wie noemt zich spiritueel? Ja, zeker. Wat houdt dat voor je in? Gewoon zoeken naar diepere mening. Ja, ik ben ook katholiek opgevoed, maar voor mij dat was niet genoeg om bepaalde vragen te beantwoorden. Maar eigenlijk weet ik nu dat het gaat niet over antwoord, het gaat meer over die vragen. En dat houdt me bezig. Noem eens een vraag als je wil. Nou, wat is de betekenis van dit alles, van het leven, van samen zijn, van relaties met anderen? Nou ja, zoiets. Wat verwacht je van deze avond wat dat betreft? Ja, precies. Die vraag van waar zijn die andere mensen die ook zelf de vragen stellen. Okay, ja. En of je herkenning vindt of
misschien naar zijn activiteit toe kan gaan, uiteindelijk. Wie noemt zichzelf hier een zinzoeker? Die zegt, nou, ik weet het allemaal niet, ik ben niet religieus, niet spiritueel, maar ik zoek gewoon naar de zin van het leven. U steekt uw vinger in uw hand? Nee, helemaal niet. Hij zit erbij te kijken. Ik ken hem dus. Oké. Okay. Nou, ja, nee. Ja? Nou, u hoeft zich er niet voor te schamen. Nee, ik loop rond in verschillende gemeenschappen. En, maar vind vaak grote kloof tussen woorden en daden. En ondertussen gaat het ook over mijn eigen zoektocht. Ja. Dus dat bijvoorbeeld Mehmet van de Fatih Moskee. En je hebt ook nog de Vineyard. En dan heb je ook nog andere clubjes. Dus daar. En u komt dus overal zo'n beetje. Ja, en ik vind een van de dingen bij de oude religies werkelijk schandelijk, zoals ze over elkaar praten en denken. En dat vind ik een van de dingen waardoor ze zo door de mand vallen. En wat hoopt u vanavond te vinden hier? Nou, kom kijken naar Mehmet en Nariko. Dus, Ja, en daarna gaat u kiezen van wie heeft er gelijk. Ja. Nou ja. Oké, er zitten er nog meer hoor. Tim Vreugdeel zit er bijvoorbeeld ook. Nou, laat ik daar dan meteen heen gaan. Want we hebben hier vanavond ook iemand, die noemt zichzelf stand-up theoloog. Even om de verwachtingen te managen. Hij is geen grappenmaker. Integendeel, hij is theoloog. Maar er mag wel om gelachen worden, toch? Ja, maar dat is een beetje natuurlijk van als je jezelf zo noemt, dan wek je bepaalde verwachtingen. Hij is, daarnaast is hij stadspredikant van de Protestantse Kerk. En hij is ook nog, je gaat ook nog een kerk kopen in Oost, geloof ik. En je bent van de Citykerk. Het is een ondernemer. En ja, ik zou eigenlijk zeggen, vanavond ben je dominee Tim hier. En aan jou het woord. Dankjewel, Wilfred. Lieve mensen. Religieus, spiritueel, anderszins. Wat een mooie avond, wat een gezellige sfeer al meteen. Wat een mooi thema om eens even met elkaar van gedachten te wisselen. Ideale groepsgrootte ook, wat mij betreft niet te weinig, niet te veel. En aan mij de taak om af en toe voor een creatief intermezzo te zorgen. Dat doe ik graag, daar beginnen we zelfs mee. Ik kom je vertellen dat of je nou religieus bent, spiritueel of weet ik veel, dat je in ieder geval één ding gemeenschappelijk hebt. Ik kom je iets vertellen wat je misschien niet leuk vindt om te horen. Ik kom je vertellen dat jij, zoals je hier zit, dat je een mateloos mens bent. Echt ieder van ons. Nou, laat ik het één tikje nuanceren. We leven in ieder geval met z'n allen in een mateloze tijd. En dat heb ik niet bedacht. Het is bedacht door iemand die zichzelf professor noemt aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft zojuist een boek gelanceerd. Het is 2 weken uit. En de titel van het boek is De Onzichtbare Maat. Dus dan moet je letterlijk nemen dat de maat der dingen, de maat der mensen, die is onzichtbaar, zegt hij. Maar als ik de recensies van het boek lees, dat is het enige wat ik nog heb gedaan. De recensies zeggen, het boek had eigenlijk ook De Mateloze Mens kunnen heten. En die mateloze mens zijn jij en ik, want wij hebben met elkaar lange tijd gebouwd aan een cultuur die ons geleerd heeft dat alles wat wij willen, iets filosofisch gezegd, alles wat wij begeren, dat is in principe oké. Ga maar, doe maar, dames en heren, jongens en meisjes. Het is een geloof. Het geloof in de mateloosheid. Het geloof dat meer van het goede altijd beter is. Eindeloos, nooit genoeg. Dit geloof, het is echt een religie dit, hè? Dit geloven. Dit is bijna al religieus. En dit geloof heeft een stichter. En dat is de 17e eeuwse filosoof Thomas Hobbes. Door veel geleerden wordt hij gezegd, hij begon ermee. Hij is echt de filosoof die beredeneerd heeft, greed is good. En niet alleen greed, maar ook een heleboel andere begeertes. En dat is een enorme katalysator geweest, achter economische processen, maar ook achter processen van democratisering. Hè. Dus van alles uit voortgekomen. Maar hij heeft dat bedacht. En de schrijver van dat boek, professor Andreas Kinneging, De Onzichtbare Maat. Hij zegt, dat geloof loopt op zijn einde. Daar gaat het boek over. Dit geloof is bezig in te storten. Dus er komt een soort seculariteit aan van dit geloof, van mateloosheidsgeloof. Als jij straks nog mateloosheidsgelovige bent, gaat iedereen je een beetje meewarig aankijken. Goh, dat jij dat nog gelooft. We gaan toe naar iets nieuws. En ik denk dat hij dat goed aanvoelt. Ik denk dat we in een hele interessante tijd leven waarin het niet meer zo is dat de maat vol is. Hè. Vaak is de maat vol geweest. Dan zeggen mensen, nu is de maat vol.
En dan kwam er weer wat. En wij in onze tijd moeten eigenlijk tegen elkaar zeggen, nu is de maat leeg. Maat is echt leeg. Waar is de maat? Wie is de maat? Wat is de maat? Hoe doe je dat? Mijn traditie, ik ben dominee, maar vooral christen. Mijn traditie had eeuwenlang daar een interessant iets voor. In de tijd dat wij een instituut waren. Laten we zeggen in de middeleeuwen. Hè, wij zijn er al een tijdje. In de middeleeuwen hadden wij hele goede dingen voor. We noemden dat vastentijd. Want wij dachten, mateloosheid ligt toch altijd wel een beetje op de loer. Laten we mensen er vooral in trainen. Om een beetje aan maat houden te doen. Die functie heb ik natuurlijk al lang niet meer. Vaste tijd staat nog wel op kalendertjes. Maar ik ken eigenlijk amper iemand die daar nog enigszins iets mee doet. Dus dat is deinstitutionalisering. Niemand zegt meer, nu is het vaste tijd. En wat ik als theoloog heel interessant vind, is dat je in zo'n tijd waarin mensen het zelf mogen doen, je opeens allerlei vormen van detox ziet. Allerlei mensen zijn best wel goed in af en toe iets niet doen. Af en toe geen vlees, soms helemaal geen vlees meer. Af en toe geen alcohol, soms helemaal geen alcohol meer. Heel veel mensen zijn op hun manier bezig met digital detox. Dus dat kan dus. Als het instituut ermee ophoudt, wij kondigen de vasten niet meer af, zijn mensen, veel mensen, stuk voor stuk prima in staat om daar inhoud aan te geven. Andreas Kinneging zegt, mateloosheid zit hem in twee dingen. Eén, consumptie. Ja, die kennen we, dat je van alles veel te veel wil. Maar hij zegt, mateloosheid zit twee in authenticiteit. Jeetje, wat zijn wij mateloos geworden in het met jezelf bezig zijn. Ook dat loopt op zijn einde. En dat lijkt me een leuk thema om vanavond daar ook het een en ander over te bespreken met elkaar. Kan je mateloos bezig zijn met jezelf? En als dat zo is, hoe houden we maat? Is er iets dat ons helpt om maat te leren houden? Kan het een religie zijn? Kan dat een andere vorm van spiritualiteit zijn? Ik vind het tof dat eentje die bij ons nogal populair is in mijn traditie, zijn naam is Jezus, dat die nooit gezegd heeft, je moet die chocola verloochenen. Staat niet in de bergreden. Hij heeft nooit gezegd, je moet de alcohol laten staan. Staat nergens in de Bijbel. Hij heeft wel gezegd, meer dan eens, verloochen jezelf. Zeg nee tegen jezelf. Doe de ego-detox. En dat zou juist vandaag in onze tijd wel eens een hele verrassende gedachte kunnen zijn. Kinderging zegt, terug naar de menselijke maat. Waar zijn de bronnen? Wie helpt ons? Wie leert ons dat niet alles wat wij denken per definitie oké is? Wie leert ons dat alles wat wij willen niet per definitie goed is? Daar is in onze tijd enorme behoefte aan. Ik sluit af met een heel tof woord, ook weer van die Kinderging. Ik doe een kort citaatje. Hij zegt, toen christelijk geloof formulier letterknechterij werd. Dat is een topwoord, toch? Toen christelijk geloof formulier letterknechterij werd, toen ging het christendom ten onder. Daar is het misgegaan. Ik beaam die stelling van harte. Maar ik zie die formulier letterknechterij terug in allerlei tradities. Ook in hele jonge en in hele spirituele. En ik zou vanavond om te beginnen willen pleiten, laten we focus aanbrengen. Laten we ook hier vanavond eens praten over de menselijke maat. En wat ieder van ons, als wij hier zitten, daaraan kunnen bijdragen. Dan zou het wel eens een mateloze, een mooie, een volle avond kunnen worden. Dankjewel, tot zometeen. Mooi, bedankt Tim voor je aftrap. Daar moeten we eigenlijk even over nadenken. Maar we moeten ook door met het programma. Zo mateloos zijn wij dan ook wel weer. Mag ik Rico en Mehmet hier naar voren halen? Onze eerste gasten. Ja, dit zijn nieuwe stoelen. Niet van het podium. Zitten ze goed, heren? Hier staat een glaasje water. Anders kunnen jullie er niet bij. Ja, hier nog. Ik zal jullie even voorstellen. Rico Voorberg, jij bent van de Pop-up Kerk, ja. Vooral. Je doet van alles en nog wat. En jij bent Mehmet Jamali. Je bent van de Fatih Moskee aan de Roosgracht. Daar hebben we straks ook een plaatje van, als we met jou even beginnen. Ik begin even met Rico, die naast me zit. De menselijke maat, daar ben jij wel mee bezig geweest, geloof ik. Hè? Want je bent theoloog. Maar je bent ook in het klein voor jezelf begonnen. Als ik het zo mag zeggen even.
Ja, nou, ik dacht ik na mijn studie van ik moet geen dominee worden, omdat ik zo benieuwd ben naar waar in het gewone leven dat hele idealistische verhaal van christendom waar wordt, aanraakbaar wordt, waar het gewoon vlees en bloed krijgt. Want die hele woordwerkelijkheid waar ik in ben opgevoed, wat heel veel gebracht heeft, zo'n gereformeerde kerk waar gewoon zondag en zondag, twee keer per zondag het verhaal wordt verteld. En waar mensen zich gewoon thuis bij voelen. En waar als ik er weer even ben, heel soms ook gewoon weer even de tranen in de ogen schieten van nostalgie. En dan toch dat het gewoon in het gewone leven zichtbaar moet zijn. Dat het weer gaat over de pijn in het leven en over keuzes maken en betrokkenheid. En of dat nou gaat over vluchtelingen of over eenzaamheid of waar dan ook. Het moet gaan over die pijn in de samenleving die zo vaak onder het tapijt verdwijnt, omdat het zo lastig is om ermee te dealen. Jij wilt die formulierenkerk waar Tim het over had, wil jij vernieuwen, innoveren? Nou, ik heb, ja, dat weet je heel goed. Als de formulierenkerk wil vernieuwen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar ik wil zelf weten waar het verhaal over gaat. En op het moment dat wat wij aan het maken zijn met elkaar als nieuwe vorm van kerk, als dat werkt voor zo'n formulierenkerk, prima. Maar als dat werkt voor de lokale yogaclub of voor de tafeltennisvereniging, ook best. Dus ik ben niet zo geïnteresseerd in het vernieuwen van religie, maar ik wil zelf weten dat oude, bijna anarchistische verhaal van christendom, dat in die eerste eeuwen echt een totale maatschappelijke verandering teweeg bracht, omdat ze zeiden van ja, wat er ook verder hier aan macht en krachten en politiek gebeurt, wij gaan gewoon alvast anders doen. En dat kun je lastig vinden, kun je problemen hebben, maar wij doen dat gewoon omdat we dat eerlijker vinden. Nou, dat bracht zulke waanzinnige veranderingen. En ik denk dat in deze tijd heel hard nodig is. En dat we met z'n allen gewoon ook weer zoeken naar handvaten. Van hoe kunnen we nou dat verlangen wat er al lang is, dat hoeft een kerk helemaal niet aan te brengen. Een verlangen naar een betere wereld, naar een beter mens zijn, naar zin, et cetera. Het verlangen is er al. Hoe kunnen we die christelijke traditie zo inkleden dat die helpt om dat verlangen verder te brengen. En dat betekent soms dat je wekelijks met elkaar eet. Dat zijn we dan met die pop-up cake genoemd. Samen eten, brood breken, wijn drinken en ons afvragen of die oude teksten iets te zeggen hebben nu. Maar betekent ook dat je, er stond altijd zo'n kerstboom bij ons op Mercatorplein. Ik woon in Amsterdam-West. Zo'n kerstboom is echt zo'n teken van oude christelijke overblijfselen vermengd met wat oude cultuur. En het is een teken van commercie. En dat we even alle strijdbijlen begraven en doen alsof het allemaal goed is. Nou, dat is soms het tegenovergestelde van wat dat christendom zoekt. Want die brengt de shit aan het licht. En zegt, kijk, dit is echt. En nu, jongens. Dus we hebben voorgesteld om die kerstboom dan te vervangen door een tree of light. En dat betekende dat we afvalhout gingen verzamelen uit de buurt. En daar een enorme boom van gebouwd samen met een kunstenaar. De lampjes die we daar dan inhingen, die lenen we bij mensen uit de buurt die het moeilijk hadden. Met de rafelrand van de buurt. Zo'n man liep dan naar zijn keuken, draaide een lampje eruit, zegt hier alsjeblieft, je had een lampje nodig toch voor je boom. Maar ze hebben het al zo moeilijk. Ja, maar dat zijn dus de mensen die fantastisch zijn. Dat zijn de mensen die het meeste te bieden hebben. Ze kregen er geen geld voor. Nee, ik vroeg, mag ik een lampje lenen? Ja, natuurlijk. Ik vraag het maar. En vervolgens vraag je, van is er iets wat je doet waarvan jij het idee hebt dat het belangrijk is voor iemand om je heen aan. Dan zijn er mensen die slechte been zijn, die geen inkomen hebben en onwijs veel doen voor die buurt. Dus wij hingen dat lampje in de boom, zetten de naam van die man erop of vrouw, deden een ereplakkaatje eronder voor wat diegene deed voor de buurt. En opeens was die buurt Amsterdam-West, waar iedereen zo blij mee was van, je gaat vooruit, want er komen allemaal juppen wonen. Die juppen hingen niet in de boom. Want die zaten niet in de rafelrand en hadden geen tijd om iets te doen voor de buurt. Want die waren twee banen aan het doen om een pand te kunnen betalen. Dus de buurt wordt gemaakt door de rafelrand van de buurt. En dan bouw je een boom die dat aan het licht brengt. Niet per se als christenen zijn iets aan het doen. Maar omdat je vanuit je achtergrond en vanuit je inspiratie denkt, er is volgens mij een andere blik op deze buurt. In het donker, in de rafelranden, daar zit de hoop steeds. Daar gaan we zo even op door, want er zit nog iemand naast je. Ja, nee, sorry. Zij bijna vergeten. Ja, ik ben heel benieuwd. Je luistert met open mond. Mehmet, jij bent van de Fatih Moskee. Wat is jouw rol daar precies? Dat is een vraag dat ik heel moeilijk kan beantwoorden. Oh. Ik ben eigenlijk begonnen als soort administratief medewerker om dingen te regelen. Achter je, daar is die, op de Rozengracht. Het is een vrij groot gebouw die wel wat aandacht nodig heeft, zeg maar. Maar het bleek dat ik ook goed was met rondleidingen. En daar moet ik een flashback maken hoe dat eigenlijk een beetje komt. Mijn ouders hebben mij
toen ik 17 maanden oud was, naar Nederland gebracht. Je komt uit? Turkije. En nou, mijn school was hier. Ik zat op een christelijke basisschool. Elke maandag werd er voorgelezen uit de kinderbijbel. En ik had iets met God. Ik weet niet wat het was natuurlijk als kind, maar ik had er wat mee. Mm-hmm. Die beeld van God met de engelen, dat zit nog steeds in mijn hoofd. Hè. Die oude, dikke man daarboven met die witte baard en die lange haren en zo. Oh, die God, ja. Die God, ja. Ik heb toen daar een islamitische versie van gemaakt. Okay. En dat was een gebedskraal, die we in een moskee gebruiken, met het hoofd van mijn vader. Ja, hoe kom je erop, hè? Ja. Nou, toen ik wat ouder werd, had ik al van, ja, dat kan niet, hè, dat klopt niet. Ja. En ik weet nog heel goed, toen ik 11 jaar oud was, heb ik een serie boeken gezien in de kast van mijn broer. En dat ging over de geschiedenis van de profeten, die in de Koran voorkomen. Vanaf Adam tot met Jezus ging het, want Mohammed zat er niet bij, omdat Mohammed bekend is bij de moslims. Ja. Ik begon te lezen. Het begon met de schepping, het woord werd daad, et cetera, et cetera. In het begin had ik zo van, oh, dit is interessant. Het begon zeg maar een soort antwoorden te geven op wat als 11-jarige in mijn hoofd zuiste. En ik las die 25 boeken in 2 weken uit. Want het was zo fascinerend. Ik was 11 jaar. Ja, ik heb een hoge nerd gehaald, ik weet. Okay. Toen ook al. En toen begon er iets van, ja, maar oké, er wordt over Adam gesproken, hè, David, Mozes, Jezus, ze komen allemaal voorbij. Dus van, ja, dan moet ik ook iets over die religies gaan lezen. Nou, toen kwam de Bijbel natuurlijk, Oud Testament, Nieuw Testament. De Bijbel had je ook in 2 weken uit? Dat duurde wat langer. Want ik had een kleine Bijbel met kleine teksten, dus ik moest echt goed geconcentreerd gaan lezen wat er echt bedoeld werd. Ik heb het later wel natuurlijk een paar keer weer nog een keer gelezen. Dat als met, maar je was een heel vroom jongetje dan? Nee. Nee, dat was mijn vrije tijd was lezen, maar buiten was kattenkwaad op zijn tijd wel. Okay. Had je nog tijd voor? Ja. Daar had ik tijd voor. En ik denk dat dit een soort bewustzijn bij mij heeft gecreëerd, waardoor ik wat breder naar dingen kon kijken. Ik weet niet hoe je dat noemt. En ik kwam op een gegeven moment, ik belandde bij de Fatih-moskee. En er werd gezegd van, ja, wil jij niet de rondleidingen doen? Je hebt een goede babbel. En hè? Hoe oud was je toen? Nou, dan was ik wat ouder. Wow. ik was nog niet... Nee. Ik was toen wat ouder. En ik ben daarmee begonnen. En na de eerste rondleiding zei men van, ja, je gelooft echt in wat je vertelt. Je bent heel laagdrempelig, je bent heel... Oké, dat is fijn om te horen. En dat wordt steeds meer. En mijn administratieve werkzaamheden, dat is nu zeg maar een klein deel geworden. Mm-hmm. En mijn ding is meer eigenlijk mensen ontvangen. En na 11 september is er ook het deel erbij gekomen, want dat is dan de hekelpunt van moslim zijn en een moskee hebben. Je bent de onbekende vijand of vreemde gast die je niet kan vertrouwen, omdat je in de media allemaal dingen ziet, nog steeds. Dus wij moeten eerst onze drempel zo laag houden, dat mensen de stap nemen om naar ons te komen. Wij moeten dan eerst gaan vertellen van, welkom, wij willen u eraan herinneren, wij zijn ook maar mensen. Wij zijn, want zo worden moslims vaak gezien, van dat zijn moslims, dat zijn een soort van aliens, en wij zijn mensen, en zij hebben zo'n traditie, zij hebben zo'n cultuur, zij doen dit niet, dat niet. En ik probeer dan daar te vertellen van, wij zijn allemaal hetzelfde. Wij hebben ook gevoelens. Wij kunnen boos worden, verdrietig worden. Ik kijk ook naar Netflix. ik luister ook naar muziek. Noem maar op. Je wilt gewoon laten zien, wij zijn...
eerst... Net als jullie. Wij zijn net als jullie. En dan pas beginnen we open te kraken eigenlijk. Van, oké. Okay, en dan begint de vraag te komen. Van, ja, maar waarom dit? Of hoe dat? Of hoe zie jij dit? En maar dan mensen komen naar jullie toe dus blijkbaar. Ja, die komen naar ons toe. En waarom is dat? Is dat vanwege die drempelverlaging? Of zijn ze gewoon nieuwsgierig? Kloppen ze aan? Hoe gaat dat? Nou, allebei. We zijn een heel laagdrempelige moskee. We staan op de Rozengracht, nummer 150. Iedereen is welkom vanaf 10:30 's ochtends. Er is altijd iemand aanwezig? Vanaf 10:30 wel, ja. Oké. Mooie tijd. De deur is open voor iedereen. Iedereen mag naar binnen lopen. Iedereen mag de gebedsruimte in. We hebben zelfs een soort zitplaats voor mensen die het gebed willen bijwonen. Gewoon kijken. Vaak komen er leerlingen. Van groep 3 tot en met, noem maar op. Mm-hmm. En daarnaast doen we ook nog activiteiten, zoals meedoen met de museumnacht. Dat hebben we al 4 jaar gedaan. En je ziet dat mensen buiten de laagdrempeligheid ook een aanleiding willen, een smoesje willen eigenlijk, om in de moskee te komen. Want dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Waarom een smoesje? Mensen weten natuurlijk niet dat we laagdrempelig zijn. De deur staat wel open, maar mag je wel erin of niet? Ik hoor heel vaak van, ja, ik ben geen moslim, maar mag ik wel in de gebedsruimte? Mag ik als vrouw wel naar binnen? Ik heb geen hoofddoek, ik heb dit niet, dat niet. En als je dan zegt van, ja, iedereen is welkom bij zijn programma, en dan maakt men graag gebruik daarvan. We zijn toen een tijd geleden met onze buurman Jaap, de twijfelaar. hij kwam met een voorstel om mee te doen met een kunstroute. En na heel veel heen en weer, want dat is ook een probleem wat je in de moskee hebt. De moskee is net zo laagdrempelig als de bestuursleden. En die zijn jammer genoeg nog wat van de dinosaurus tijdperk. Ja? Mag je dit allemaal zo zeggen? Ja. Het wordt gestreamd, hè? Okay. Ja. Nee. Ze weten het. Ik zeg het ook morgen tegen moet je weer administratief werk doen dan. Ze weten het zelf. Ik zeg het ook tegen hun. Okay. Dus, maar hoe komt dat? Is dat wantrouwen van hen? Of een beetje... Ik denk niet dat het wantrouwen is, maar ze weten niet wat ze mee moeten. Als je zegt van ja, we gaan een... Hoe komt dat jij wel open bent? Hoe komt dat? Ik ben gewoon zo. ik denk dat ik meer de kern van, of dichter bij de kern van het geloof zit. En dat ik die verschillen bijna niet zie. De verschillen tussen? Tussen de geloven en de manier hoe je naar de wereld kijkt. Want ik zeg altijd, dus dat is zeg maar waar ik op uit ben gekomen. Ik denk dat oprechtheid het meest belangrijke is. En ik geef dat als voorbeeld. Als iemand zegt tegen jou dat hij van jou houdt, hoe kan je vragen om dat te bewijzen? Wat over mateloosheid. Hè? Mm-hmm. Hoe kan je dat meten? Er is geen weegschaal dat die liefde kan meten. Dus als iemand zegt van ja, ik geloof hierin, je kan toch niet zeggen van ja, bewijs dat. Want iemand kan wel zeggen van ja, als je gelooft, dan doe je dit. Maar iemand kan dat ook doen door sociale druk of wat dan ook. Ik kan heel veel redenen vinden. Maar die oprechtheid, ja, dat is het belangrijkste. En als iemand oprecht is in wat hij of zij gelooft, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. En voor de rest... Dat zei je buurman ook, hè? Die zei van, ik vind ze niet oprecht eigenlijk, de godsdiensten. Daar heb ik moeite mee. Nou, dat klopt. Maar dat heeft niet zozeer... volgens mij dan met de godsdienst te maken. Dat heeft meer met bewustzijn, de bewustwording van de mensen zelf te maken. We hadden net aan tafel een gesprek over het vasten. Nou, de Ramadan maand komt eraan. En er wordt dan heel vaak gevraagd van, mag je niet eten, mag je niet geen water drinken, ook niet een slokje, et cetera. Maar mensen begrijpen niet dat iemand die oprecht aan het vasten is, die is helemaal niet daarmee bezig. Die etenknop, die is uit. Mensen die bewust zijn, die begrijpen, dat is uit. En als dat etenstijd is, dus de iftar,
dan gaat die knop een beetje aan. Dus dat het niet een wraakactie is van het vaste. Want dan komt weer de volgende stap. Wat is dat? Nou, dan heeft de profeet gezegd, 1/3 van je buik of van je maag is voedsel, 1/3 vocht, water en 1/3 lucht. Je weet, je moet dan ook weer gaan met mate eten. Dus als die bewustzijn er is, dan is dat helemaal geen last. Maar als die bewustzijn er niet is, dan wordt het een wraakactie. En ik denk dat Jaap dan meer daarop doelt, van als je niet die bewustwording hebt, ja, dan is het alleen maar iets cultureels, een gewoonte, en het is niet oprecht. Dan snap je het niet. Nee. En ik probeer dan aan onze bezoekers, ook aan de moslimbezoekers, dit stap bij stap of stukje bij stukje een beetje duidelijk te maken, want dat het om die oprechtheid gaat. Wat herken jij dat, Rico? Want jij komt uit een vrij traditionele kerk, vrijgemaakte gereformeerde kerk, best wel wat behoudend en zo. Maar jij hebt de kans gekregen om daarmee experimenten te doen, hè? Om nieuwe vormen te zoeken. En jij zegt, nou, ik wil juist de echt het ware christendom boven tafel halen, toch? Ja. Ja. Dus die oprechtheid ook eigenlijk. Wat, nee, absoluut gaat over oprechtheid. Ja. Ik realiseerde me dat geloof in zichzelf niet zo'n... als we geloof tegenover ongeloof zetten, is dat niet zo'n heel interessante categorie. Dan heb je hebt mensen die tafeltennis, je hebt mensen die geloven, je hebt mensen die dat. Hij wordt pas interessant, dacht ik, zeker in een stad als Amsterdam, als geloof een vorm van hoop is. Dus als we nou de mensen verzamelen die in elkaar de hoop herkennen, en dat willen voeden, omdat ze gewoon geen cynici willen worden, ja, dan hebben we er ook iets aan als samenleving. Dan zeggen dus niet alleen de religieuzen, wij zijn het met elkaar eens en wij blijven gewoon net zo lang het met elkaar eens. En iedereen die het niet met elkaar, die het niet mee eens is, die zet zich daarmee erbuiten. Dus we hoeven nooit kritiek serieus te nemen. Dan blijft het een soort gesloten hobbyclub. Mm-hmm. Terwijl je wilde eigenlijk dat het verhaal een soort goed verhaal voor die wereld was. Je wilde ook die drempel verlagen. Nou ja, ik wilde dat het gewoon, dat ik niet bepaalde of het een goed verhaal was. Maar dat de mensen in een samenleving zeggen, oh, maar als je er zo naar kijkt, ik weet niet of het geloof, maar ik vind die impact relevant. Nee, maar misschien hebben we het dan over christelijk geloof. Het gaat uiteindelijk niet zelf over de kwaliteit van je zaak. En dan lees ik Augustinus, dat is een prachtige quote, ze zeggen dat hij van Augustinus is. Die zegt, hoop heeft twee prachtige dochters. De een heet woede en de ander heet moed. Woede over hoe de dingen zijn en de moed om te durven geloven dat ze niet zullen blijven zoals ze zijn. Ja, toen dacht ik, als dit het verhaal is, dan wil ik wel weer geloven. Ja, maar dan daar kan ik wel iets mee zeggen. Dus woede is echt een soort thema geworden. Van, kun je woedend zijn niet per se over wat anderen je aandoen, maar over hoe de dingen gaan in de wereld. Als een vorm van, ja, wacht even, hier is een maat, hier is een eind, dit kan niet meer. Ja, je hebt een boek geschreven ook, en het heet De Dominee Leert Vloeken. Ja. Nou, in de kerk is dat natuurlijk niet... Nee, nou ja, sommigen vonden het geen goed idee. En anderen... Wat heb je ermee willen zeggen? Nou, het is een boek, de ondertitel was over woede, onmacht en daadkracht. Dus van hoe kunnen we die ene emotie die zo taboe is... We hebben er vier, we zijn blij, bedroefd, angstig of woedend. Die ene emotie die zo taboe is, die destructieve. Hoe kunnen we daarvan weer kijken dat het een creatieve, scheppende kracht... Want dat is het eigenlijk. Een engagement van, nee, maar ik wil hier iets aan veranderen. Ik moet hier iets mee, want ik maak me hier kwaad over. Hoe kunnen we die weer inzetten tot iets positiefs, iets moois? Want we hebben mensen nodig die zich actief engageren. Die zeggen van, nou, wacht even, maar zo als het nu gaat, dat kan niet. En dan ontstaan er allerlei initiatiefjes uit. En of dat nou zo'n boom is, omdat je zegt van, hey, de manier waarop er met zo'n wijk wordt omgegaan, klopt niet. Of rondom vluchtelingen aan onze grenzen. Nou, we zien het nu allemaal wat er gebeurt. Je zegt van, jongens, maar dit kan dus niet. En, je hebt een actie gestart, we gaan ze halen, hè? Ja. En letterlijk met een paar auto's, een busje, ben je naar Griekenland gegaan. Ja, dat begon in Den Haag. Het begon eigenlijk ook bij de pop-up kerk aan tafel. Dat iemand zei, jongens, er gebeurt er iets op Lesbos. Dat kan echt... Zeg nog even pop-up kerk voor wie het niet kent. Ja, pop-up kerk is een initiatief om buiten de muren van de kerk weer opnieuw kerk te proberen.
Gewoon met mensen die eigenlijk die hoop met elkaar delen en zeggen, eigenlijk is het best wel zinnig om gewoon wekelijks bij elkaar te komen, brood te breken, wijn te drinken, samen te eten, om ergens die hoop te blijven voeden. Waarom zouden we dat dan niet doen? Ik bedoel, we hoeven geen autoriteit daarvan, van God geloof of Bijbel, maar gewoon als een onderzoekplek. Het is niet in de kerkgebouw? Nee, het is een aantal werkregels. Alles gebeurt rond de gedekte tafel. Het mag nooit in een kerkgebouw plaatsvinden, tenzij die al jaren, tenzij die al jaren ongeschikt is voor kerkelijke dienst. Dan mag het weer. Okay. En elk idee wordt uitgevoerd. Lekker dwars. Nou ja, gewoon, het is een zoektocht. Zeg maar, daarbinnen zit natuurlijk zitten al die verhalen al. Maar wat doet het daarbuiten? Ja. En een van de ideeën was, als iemand zegt, eigenlijk zouden we, dan gaan we dat doen. Dus elk idee wordt uitgevoerd. Weet nog niet hoe. Nou, en toen kwam die situatie van vluchtelingen. Dus alles wat in een kerk niet gebeurt, want er moeten commissies en dergelijke. Ja. Nou ja, dat is zeg maar, onze vrijheid die we vinden. Dus we gaan het dan gewoon doen. Ik weet nog niet hoe. Maar nou, Lesbos gingen we toen heen. Dus in maart 2015 zagen de shit daar hoe Europa met vluchtelingen omgaat. Ja, dit kan echt niet. Mensen begonnen te roepen, we gaan ze halen. Ze zeiden, oké. Dan maken we daar een verhaal van. We gaan kijken of Europa daar al een idee voor heeft. Nou, toen bleek Europa zelf al gezegd te hebben. We gaan bijna 9000 mensen halen. Maar of Nederland zei, we gaan 9000 mensen halen. En deed dat niet. Dus we dachten, oké, kunnen we iets positiefs doen met die frustratie over het feit dat je iets belooft, maar niet doet. Ja. Nou, dan gaan we naar Den Haag rijden. We waren met 250 auto's, daar begon het. En we boden ons aan de regering als hofchauffeurs van het Koninkrijk de Nederlanden. We hadden zo'n button op, we hadden een pak aangetrokken. En zeiden, nou, wij zijn er klaar voor. Jullie hebben gezegd dat jullie die mensen gaan halen. Zullen wij anders even rijden? Want het schiet niet op zo. Onze enorme discussie, later nog niks, twee rechtszaken eroverheen. En uiteindelijk zijn we toch maar naar Griekenland gereden, een brief gestuurd naar de Griekse regering. We komen 150 mensen halen, want Nederland heeft het beloofd. Kunnen jullie eens even van de juiste papieren voorzien? We hebben een bus gekocht en we zijn onderweg. Allerlei chaos hier in Den Haag een discussie. En ook gewoon om het weer even zichtbaar te maken. En ze kijk, dit. Want heb je iemand opgehaald? Nee. En dat wisten we ook. We zeiden ook van, ja, de kans is nul. Maar de kans dat dit voortbestaat op het moment dat we het niet aan het licht brengen, die is 100%. Dus er is misschien ergens nog, in ieder geval dat we het weer zien. Dat we nooit kunnen zeggen met elkaar, we hebben dit niet geweten. En die maatschappelijke betrokkenheid hoort bij volgens jou bij het christendom? Ik denk dat christendom is. Als dat er niet is, is het denk ik geen christendom meer. Omdat in het oude verhaal was er een God die een wereld voortbracht uit liefde en onze taak gaf. Nou, ga dat dan verzorgen met elkaar. Maak er iets moois van, want dat is de intentie die dan uiteindelijk, als we er een behoorlijke puinzooi van maken, dat weer in die Jezus van Nazareth zegt, we beginnen weer eens even opnieuw. En dit is het idee. Deze zorg, deze op de andere wang toekeren, op deze manier met mensen omgaan. Ja, daar ga je misschien kapot aan, maar dat is niet het einde van de zaak. Sterker nog, daaruit ontstaat nieuw leven. Nou, dat noemen we dan opstanding. Maar al die elementen zitten in dat christendom. Alleen die komen natuurlijk met zo'n instituut en met zo'n verhaal komen die onder een laag te liggen. Waardoor je er eigenlijk niet meer bij kan. Nou, we dachten, we trekken het gewoon onder die laag weg. En dat zetten we weer midden in de samenleving en we gaan rijden naar Griekenland. Hoe reageren je oude kerk bijvoorbeeld, de vrijgemaakte? Ja, dat verschilt. Dus er zijn mensen die zeggen, dit kan echt niet, heeft niks met mijn christendom te maken. En de anderen die zeggen, hé, dank je wel. En nou, we zijn nu dan bezig, omdat we gaan ze halen, gestopt is, omdat ze zeggen, er is nul. Dat is een van de initiatieven, dat je zegt van, er is geen beweging in Den Haag, nog in Europa. Dus we gaan ons publiek opheffen. Zeg jongens, het kan niet. En dat is het meest gênante wat Europa kan overkomen. Dat zo'n burgerbeweging uiteindelijk zegt, er is geen beweging meer in Den Haag. En nu gaan we dan met een walk of shame gaan we lopen van Griekenland over de Balkan naar Italië. Gewoon mee met vluchtelingen. Hun verhalen horen met hen eigenlijk in die puinzooi zitten die we hebben aangericht. Solidair zijn in feite. En dan merk je dat niet meer gaat over of mensen dan vrijgemaakt zijn, of ze boeddhist zijn, of wat dan ook. Maar zien van, wacht even, hier raak je aan een soort menselijkheid, aan een donker waar iemand nog moet zijn. En dat heeft mij het eigenlijk meest geraakt in verhalen van mensen die bezig zijn met christendom. Rowan Williams die zei op een gegeven moment, de vraag in een kerk moet niet zijn of je veilig bent in handen van God, maar of God veilig is in jouw handen. Dus of het goede veilig is in jouw handen. Dat is de vraag die de hele tijd zo'n kerk moet stellen. Maar wat ben je aan het doen? Dat is een heel ongemakkelijke en fantastische vraag. Als die steeds weer bij ons neergelegd wordt. En hij verwijst ervoor naar Etty Hillesum. En die zegt,
Er moet ook in een concentratiekamp, schrijft zij, brieven. Als jonge Joodse vrouw. En zij zegt, er moet ook over deze tijd nog gezegd kunnen worden dat God hier is geweest, in dit donker. En waarom zou ik dat niet zijn, een plek voor God om te verblijven? Herken je hier iets in, Mehmet? Of zeg je, nou, dat staat wel ver af van de moskee waar ik werk? Nou, het activisme. Is ook, net als een kerk, een gebouw. En je kan veel met gebouw doen. Je kan het op een manier invullen wat jou uitkomt. Of in ons geval wat onze gemeenschap fijn vindt. De moskee is eigenlijk niets meer dan een ruimte waar je kan bidden. En in mijn geval, de islam, begint buiten de deur van de moskee. Daarin, want je hebt geen verantwoordelijkheid aan niemand. Als je aan het bidden bent, niemand kan jou vragen, mag jou vragen, heb je gebeden? Hoe heb je gebeden? Het is fout gegaan, het is goed gegaan, je hebt te lang gebeden, te kort, noem maar op. Daar heeft niemand iets op te zeggen. Maar als je de straat op gaat en er gebeuren dingen, wat Rico zei, hè, over de hele vluchtelingenproces, daar zijn wij allemaal verantwoordelijk voor. Ik zeg altijd, als ik met mensen aan het praten ben, als wij nu dood zouden gaan, wat denken jullie dat aan ons gevraagd zou worden? Zouden ze vragen van hoe ik het gebed heb gedaan? Dat ik mijn handen niet heb gewassen? Dat ik het vasten niet goed genoeg heb gedaan? Nee, ik zeg van, God gaat eerst vragen, er gaan kinderen dood. Wat heb je gedaan om dat te stoppen? Er gaan mensen dood van honger. Wat heb je gedaan om dat te stoppen? Jouw gebeden, dat komt veel later pas, als we de eerste vragen kunnen overleven. om het heel simpel te zeggen. Dus ik herinner me heel erg in wat Rico zegt. Is die maatschappelijke betrokkenheid er ook? Niet op die manier. Niet op die manier. Ik moet wel dan tussen haakjes iets erbij gaan vertellen. Jammer genoeg zijn de grootste deel van de moslims die hier naar Europa zijn gekomen, niet hier naartoe gekomen omdat ze het zo goed hadden. Omdat ze intellectueel zo een hele hoge niveau hadden. Want die waren gewoon in de grote steden met hun leven bezig. Dus die mensen die kwamen, nou, mijn vader, die had 6 maanden basisschool gehad. Hij kon een beetje schrijven en een klein beetje lezen. Mijn moeder, die is analfabeet. Opgegroeid als een wees, geen ouders. Dus die mensen die zijn dan hier naar Nederland gekomen. En hun reden dat ze hier waren, was alleen maar werken. Ik weet van mijn vader, hij moest 16 uur gaan werken per dag. Hij zegt, ik heb 2 jaar lang 16 uur gewerkt. Hij zegt, ik kwam naar huis. Hij haalde bij de Febo een halve kip. Hij haalde een halve kip. Bij de Javaplein. Nee, ik ben al die plekken nagegaan hoor, om te kijken hoe zijn leven was toen hij... Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, wat ik wil zeggen is, als jij 6 uur werkt, geen enkele ontwikkeling hebt doorgemaakt, sowieso niet in het land van herkomst, maar hier ook niet. En je zit dan in die moskee. Je kan niet veel betekenen dan alleen maar, als je geld hebt, geld geven voor een goed doel. Dat is, en dat gebeurt? Dat gebeurt. Ja. Daar zijn ze wel heel vrijgevig. Dat doen ze wel. En vooral wat ik heb gezien, als het voor vluchtelingen zijn, mensen die in nood zijn, dan wordt er echt veel geld gegeven. Omdat men echt weet van, oké, dat is belangrijk. Maar ik denk dat wij nog waarschijnlijk, ik zal niet negatief zijn, nog een generatie nodig hebben. Dat de moslims dan ook zo actief kunnen zijn, wat Rico vertelt. Want dezelfde insteek heb je ook in de islam. Ja. Dat is, maar je zou het wel willen, dat de moskee zo verandert, dat het zo activistisch is. Dat is ook wordt. Het probleem bij ons. Want wij, kijk,
Er zijn ongeveer 450 moskeeën in heel Nederland. De besturen, ja, nou, ik zou het in Amsterdam houden. We hadden een bespreking met de burgemeester. Al de besturen van de moskeeën die waren daar. En dat waren er ongeveer 40, 45. En zo'n 5 bestuurders, 5 voorzitters, konden normaal Nederlands praten. Tja, ja. En je kan dan niet van die groepering verwachten dat zij sociaal op zo'n manier actief kunnen zijn. Maar je kan er wel voor zorgen, en ik denk dat dat een punt is waar we eigenlijk allemaal aan kunnen werken, dat we met die intentie in die gebedshuizen iemand als voorganger kunnen aanwijzen of een project kunnen opzetten, zodat zij daar wel een bijdrage in kunnen doen. Is het ook een kwestie van generaties? Dat er een nieuwe generatie aankomt die wel Nederlands praat, die wel wat maatschappelijker betrokken is misschien, die ook hoger opgeleid is? Of hebben jullie ook moeite om jongeren aan je te binden? Ja en nee. Want de moskee is niet een plek waar iemand van 18 die nog op school zit om 10:30 gaat komen. Nee, maar gewoon op vrijdagmiddag of zo? Nee, met vrijdag ze komen. Ja. En je ziet, maar zijn ze ook betrokken bij de moskee? Nee, want degene die vrijdag komen, die komen dan alleen voor het gebed. Je hebt het gebed, preek en dan ga je weg. De betrokken jongeren, dat is dan een veel kleinere groep. Mm-hmm. Die zijn dan onderdeel van de zondagschool, de weekendlessen. Maar zij hebben dan weer een andere kijk op de wereld dan de oude generatie die dagelijks daar zit. Dus het is nu nog een soort... Hoe anders dan? Ja, de oude generatie die zit daar met heimwee naar een thuisland. Het is eigenlijk zoiets van, ja, als we dood zijn, dan kunnen we eindelijk weg. Zo moet je het zien. Echt. Klinkt hard. Het is ook zo. Want het is klaar voor hun. Als je met hun praat, het is klaar. Ze verwachten niks meer. Ze zitten te kijken van, ja, als het wat beter wordt, als het weer wat beter wordt, als de lente komt, dan kunnen we naar Turkije, naar familie, naar onze eigen omgeving. Als het te koud wordt, dan komen we terug. En de periode hier is voor hun gewoon een gevangenis. Want stel je voor dat iemand om 10:30 komt naar de moskee, 7 dagen per week, elke dag, voor de sociale contacten die hij dan daar een beetje kan vinden. Is het een beetje triest? Het is triest. Het is zeker triest. Want misschien zijn wij net als gemeenschap gewend dat dat gebeurt. Maar als je het van afstand bekijkt, als iemand elke dag dat doet, en dan zie je, hij komt op een bepaalde tijdstip, en hij gaat op een bepaalde tijdstip weg. Het is gewoon, ja, net als naar school gaan, hè, basisschool. Elke dag, je gaat er naartoe en je komt terug. Elke dag. Maar we hebben het vandaag ook over, van kunnen dit soort religies, hè, de instituten, kunnen die zich vernieuwen? Ook voor jongere generaties. Wat is je antwoord dan als je die vraag krijgt? Tuurlijk. Ik denk dat sowieso alle traditionele religies vastzitten in die tradities. En als ik het over de islam heb, hebben we in Europa vooral een culturele vorm van de islam. Ja. Het is cultureel gericht. Men weet niet waarom ze het doen, maar ze doen het gewoon waarom het moet zo. En de meeste mensen weten niet eens of het een traditie is of een richtlijn van de boek. En wat je dan kan doen is de niveau van de traditionele islam die hier naartoe is gekomen, is laag. Wij moeten nog steeds uitvinden wat de Hollandse versie van de islam kan zijn. Komt die er, denk je? Ja, die komt. Die moet komen. Want als het niet komt, dan kunnen we die religie sowieso afschrijven. Want je moet met die tijd meegaan. En ik heb het niet over... Maar ben je wel optimistisch over ook? Ja, ja, zeker. Kijk, er zijn meerdere mensen die zoals ik denken, die zeggen van, ja, er moet meer gebeuren, het moet opener. Alleen,
we zijn qua getallen nog te weinig. Te klein, ja. En we weten allemaal dat Mozes 40 jaar in de woestijn moet gaan rondtollen. Om die generatie die meekwam, die koppige generatie, ja, die moest allemaal dood. Okay. En zodat ze aankwamen met de nieuwe generatie. Ja, dat is niet voor niks 40 jaar geweest. Het is nog steeds op de livestream, hè, allemaal wat je zegt. Okay. Ik zeg wat ik nee, heel vind, goed. Denk. Heel goed, maar je bent ook optimistisch. En dat is mooi, dat is mooi. Tot slot nog even, want we moeten zo afronden, want dominee Tim die zit er weer klaar. Ben jij optimistisch over christelijke kerken die zich kunnen vernieuwen? Voor deze tijd en voor nieuwe generaties. Ik wil één ding ook nog zeggen, dat ja? ik ook veel optimistischer ben. Eigenlijk dat je veel meer onderschat hoe ongelooflijk belangrijk het is dat je je moskee openstelt in de, voor die Nuit Blanche of voor die museumnacht. En dat er mensen binnenkomen en dat het verhaal verteld kan worden. Volgens mij is dat een enorme maatschappelijke opdracht van verbinding. Dus daarmee doe je ontzettend recht aan wat je taak is. En de jongeren die daar komen, waar het verhaal aan verteld wordt. Mm-hmm. Ik bedoel, heel vaak zijn het jongeren in moskeeën die je verder niet gemakkelijk bereikt. En waar dan wel tegen gepreekt wordt, die wel uitgenodigd worden om te knielen en met hun hoofd op de grond te leggen. Nou, waar zie je dat dan nog, zeg maar? Trotse jochies die dan daar met hun hoofd op de grond liggen. Die beweging die doet iets. Dus volgens mij is het ongelooflijk belangrijk, die taak. Toekomst van religie en christendom. Ik heb geen idee. Nee, echt niet. Ik bedoel, je ziet allemaal het kwijnende kerken. Je ziet enthousiaste pioniersplekken. Klein, allemaal vernieuwing. Je ziet kloosters waar opeens soms weer jongeren aansluiten. Ja. Waar kunstenaars thuis zijn. Je ziet een cultureel christendom zich ontwikkelen, wat het verhaal van christendom gebruikt om buitenlanders en moslims mee neer te knuppelen. Dat is verschrikkelijk. Dus er gebeurt van alles met dat christendom op het moment. En wat daaruit uit die as of uit die chaos omhoog komt, ik heb werkelijk geen idee. De enige taak volgens mij is voor ons ook niet per se om iets met christendom naar kerken te willen, maar wat voor mens zijn we? Ja. En dan te gebruiken wat daarvoor nodig is. En ik denk dat het verhaal van Jezus daar ongelooflijk van waarde kan zijn. Maar ja, daar moet er wel een hoop zooi ook vanaf. En dan nog steeds is het niet de vraag. Nog steeds blijft de vraag, is het goede veilig in jouw handen? En dan, nou, als we die vragen elkaar blijven stellen, dan het goede zoeken verder. Jullie allebei op je eigen manier. Ja, ik denk het zo zeker. Een gezamenlijke manier. En ik denk dat het sowieso de reden waarom we hier op deze wereld zijn. Dat het zoeken naar het goede is. Maar op een oprechte manier. Zonder wat jij net aan het begin als voorbeeld gaf van ja, die lampje. Dat is een onderdeel daarvan. Zonder die lampje te geven en denk van ja, oké, als ik een lampje geef, dan krijg ik dit terug. Of ik kan dit vragen. Dus het goede is gewoon die lampje te geven. Terwijl helemaal niks verwacht. En dat is onze functie op deze wereld, denk ik. Die zoektocht daarna. Nou, we gaan een keer naar de pub-up kerk en zeker een keer naar de moskee. Vanaf 10:30 open. Vanaf 10:30 open, ja. We gaan kijken. Hartelijk dank, Rico en Mehmet. En Tim, aan jou weer het stokje. Dankjewel, creatief intermezzo. We gaan even heel iets anders doen. Ik ben dominee. En als ik eerlijk ben, zitten er natuurlijk een paar redenen achter waarom wordt een mens dominee. En als ik er even eentje uitleg, dan ben ik dominee met hart en ziel om het grote gevecht met mijn eigen wereldvreemdheid aan te gaan. Dat is mijn diepste angst, dat op een dag iemand tegen mij zou zeggen, jij bent wel erg wereldvreemd. Dus wat doe ik? Ik heb een totale obsessie ontwikkeld om zoveel mogelijk input op te snuiven. En dan is Amsterdam natuurlijk een te gekke stad. Je kan heel erg veel mensen spreken. Zeker als je een beetje gaat opzoeken op plaatsen waar je zelf niet 1, 2, 3 komt. En er is de wereld aan verhalen en bronnen en digitaal. Dus je kan helemaal jezelf tot de nok toe volgieten. Dus je kan vaak praten over dingen waar mensen nog amper van hebben gehoord. En dan denken ze, hoe weet die dominee dat allemaal? Dan denk ik, yes, cool. Ik gebruikte mijn eerste intermezzo het woord ego-detox. Wat is nou voor mij ego-detox? Eigenlijk elke week ego-detox. Dat ik iets tegenkom waar ik nog nooit van heb gehoord. En het blijkt onwaarschijnlijk groot te zijn. In mijn eigen deel van de wereld. Ja, zelfs in mijn eigen stad.
Ik heb zoiets gevonden van de week. En dit komt uit een krantartikel. Een serieuze krant, gezaghebbende krant. Groot artikel. Status met je sterrenbeeld is de titel. En het gaat over, sommige mensen hier zijn minder wereldvreemd dan ik, die knikken, die snappen meteen waar het over gaat. Het gaat over de onwaarschijnlijke populariteit van astrologie. Astrologie als het idee dat je levenspad en je karakter samenhangen met de stand van de sterren bij je geboorte. He, dat is astrologie. Ik ben daar totaal niet mee opgevoed. In mijn traditie hadden we alleen de drie wijzen uit het oosten, die elk jaar die ster van Bethlehem gingen zoeken. Verder dan dat kwam het niet. En nu woon ik in een stad met heel veel mensen die serieus en ook diepgaand aan de astrologie zijn. Het is, zeggen onderzoekers, met name populair in de Randstad, in de grote steden. En dan met name ook weer bij de categorieën van hoogopgeleide jonge vrouwen en de LHBTI-scene. En dat is natuurlijk heel vaak zo, hè? Dit zijn trendzettende groepen ook. Heel veel dingen gebeuren eerst bij deze groepen voordat ze wat breder gaan in de samenleving. Heel veel mensen in datingprofielen nemen tegenwoordig standaard hun sterrenbeeld op. Wist ik dus echt absoluut niet. En wat dacht je van deze? Astrologie-accounts op Insta hebben soms honderdduizenden volgers. Het was een goed artikel, werd een beetje geduid. Hoe kan dat nou? Waarom zitten we ook hier in deze stad opeens aan de astrologie? Een paar redenen. En die vormen denk ik de brug naar waar we het straks over gaan hebben. Eerste reden, zeggen mensen die dat duiden. Ze zeggen, ja, maar we leven in een tijd, iedereen kan doen wat hij wil. Hè? Iedereen kan doen wat hij wil. Er is totaal geen richting meer. Gelukkig hebben we de sterren. Het heeft een soort aantrekkingskracht. Juist in een tijd dat mensen alles kunnen en alles zoeken. Sterren bieden houvast, is de eerste reden. Een tweede reden, een godsdienstwetenschapper zegt, ons leven is maakbaar, maar soms gaat het verschrikkelijk mis. De boodschap van de cultuur is impliciet, het zal er wel aan jezelf liggen. En daarom is het heerlijk om een beetje iets te kunnen doen met sterren, als een soort alternatief voor dat het allemaal aan jou ligt. Sommige dingen zijn gewoon zoals ze zijn. Voor heel veel mensen een fijn perspectief. Derde reden dat die astrologie zo populair is. Wetenschappers zeggen, er is in onze cultuur al zo verschrikkelijk veel rationeel. Je hartslag wordt gemeten, je vruchtbaarheid wordt gemeten. Iets dat helemaal niet rationeel is, doet het vandaag in onze cultuur heel erg goed. Hoe gekker zou je kunnen zeggen, hoe beter. Gelukkig heb ik in mijn christelijke traditie ook heel veel totaal irrationele dingen. Rekko begon over die opstanding een beetje. Dus dit gaat op een dag misschien ook nog wel lopen. En de laatste reden, waarom is iedereen opeens aan de astrologie? In ieder geval zoveel mensen. Dus is eigenlijk is het ordinair? Het is wel iets om over na te denken. De vormgeving van alles wat met astrologie te maken heeft, is vaak klasse. Alleen al de apps. Als je nog denkt aan horoscoopjes in een krantje en zo, forget about this. Dit is hogere wiskunde, astrologie-apps. En deze dominee denkt, het gaat dus over houvast, het gaat over hulp, het gaat over irrationeel en het gaat over vormgeving. Het geeft mij veel te denken. Van sterren leerde ik vroeger dat ze door God geschapen zijn, dat was één. Twee, dat je er vooral natuurkundig naar moet kijken en verder niks mee moet doen. En als je er echt iets mee ging doen met die sterren, dan zeiden we bij ons thuis, dat is misschien dan toch een beetje van de duivel. En nu word ik als dominee in deze tijd, in deze stad, uitgedaagd om serieus, ook theologisch, na te denken over de vraag, zou God zelfs door de sterren kunnen spreken? Dank, we gaan door. Wilfred. Je zag het, de zaal was even muisstil. Bij die vraag, het is nogal wat. Er wordt heel veel gesproken vanavond. Gelukkig, voordat we doorgaan met onze vier andere gasten. Gelukkig is er iemand bij, die heeft haar gitaar meegenomen. Jennifer, mag ik je vragen? Want ze is sing-songwriter en ze heeft yogales gegeven. En we gaan straks van haar horen over de cacao-ceremonie. Jawel. Maar ze gaat nu gewoon een prachtig lied zingen. En ik denk dat het even een lekker moment is om er goed naar te luisteren. Gaat het ergens over? Moet je nog wat zeggen? Nee, het gaat natuurlijk ergens over. Maar heb je hem nodig? Om even te spreken. Okay. En, ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Wie is er bekend met mantra chanten? Wie kent het? Oké.
En wie kent dat vanuit de yoga-traditie? Ook. Ja, oké. Maar dus ook vanuit andere tradities. Klopt dat? Ja, oké. Want ik wil jullie eigenlijk gaan uitnodigen om mee te chanten in dit geval. En dat is misschien een beetje spannend. Wie vindt het moeilijk om te zingen? Niemand? Ah, ja. Oké, wie zingt er graag onder de douche? Ah, oké, dan hebben we er een paar meer. In een groep, wie zingt er graag in een groep? Ah, kijk, ja. En tijdens mijn eerste yogaopleiding, was Kundalini Yoga, ben ik in contact gekomen met de gitaar en ook met mijn stem. En ging ik ontdekken dat chanten niet ging over hoe goed we kunnen zingen, maar over de eenheid die gecreëerd kan worden. Dus tijdens het chanten heel vaak gaat het hartslag langzamer. Maar doordat we ook dezelfde ademhaling creëren, krijgen we dezelfde hartslag en komt er een unified field, dus een eenheidsveld. En dat vond ik heel fascinerend. Ik zing niet altijd, of ik zing eigenlijk nu vaker mijn eigen liederen, maar voor dit moment is het mooi om samen te zingen. Dus ik wil jullie hierbij uitnodigen dat het dus niet gaat over hoe mooi jouw stem klinkt, maar het gehoor geven en het meedoen daaraan. Er is nog heel veel meer over te zeggen, maar laten we het samen gaan chanten. De chant is uit het Sanskriet en is Om Shanti. Dat zijn twee woorden. En Om is eigenlijk A-U-M. En Shanti. Om is het universele vanuit het Sanskriet en Shanti vrede. Dus met het idee en met het gevoel dat we samen de universele vrede in onszelf ervaren en met elkaar.
Jennifer, bedankt. Heel mooi. Ja, je mag er straks weer bij komen zitten. En ik vraag ook Rut Six. Ja, jullie twee. Wacht even hoor. Ja, ik ben helemaal onder de indruk, van de muziek. Er is namelijk één vervanger, want Bas is ziek. En... Riekje, ja, goed, dit is op het laatste moment. Riekje is erbij gekomen. En nou, jij bent ook welkom, want je bent een moeilijke naam. Wing Jan Man. Ja. Jullie mogen naar voren komen. Ja, ga zitten. Ja, ja, jij mag er ook weer bij, natuurlijk. Ja. Nou, dat was een prachtige, prachtige song. Jennifer, om even met jou aan te sluiten... Jij bent, je hebt altijd aan yoga gedaan. Ja, er liggen er twee microfoons, als het goed is. Je hebt aan yoga gedaan, altijd. En je bent naar iets anders toegegaan, hè? Naar de cacao-ceremonie. Misschien kun je even jouw ontwikkeling daarin even schetsen. Ja, en wat heeft dat te maken met de moderne vormen van zingeving... die wij hier vanavond proberen te vertolken? Even ter verduidelijking, voor mij was yoga niet iets vanzelfsprekend. Dat is gaandeweg gedurende mijn leven op mijn pad gekomen, omdat ik juist op zoek was naar zingeving. En het kwam vanuit de toneelschool, dus ik zat in Utrecht op school. En vanuit daar raakte ik aan de yoga, omdat ik het heel druk had in mijn hoofd. En ik ging yoga doen en dan kwam ik tot rust. En yoga heeft weer geleid tot andere spirituele beoefeningen. En ik weet eigenlijk ook niet of dat de juiste bewoording daarvan is. Maar ik kwam in contact met het shamanisme. En op een gegeven moment gingen die vormen zich met elkaar mengen. Zeg nog even precies wat dat is. Ja, nou, het shamanisme is eigenlijk, zoals ik het begrijp, in ieder geval verbonden aan veel oude tradities. En altijd aan de natuur. En ze kijken eigenlijk naar de natuur, onder andere ter inspiratie en ook om tot spiritueel inzicht te komen. En de shamanen, om het zo te zeggen, dat zou vergeleken kunnen worden met een priester of een imam. Ja, in die tijd. Ja, zij vertaalden het spirituele naar het stoffelijke in feite. Ja. Ja. En toen kwam je uiteindelijk terecht bij cacao-ceremonie. Ja, ik had er hiervoor nog nooit van gehoord. We hebben een klein filmpje er ook van, hè? Zullen we er eerst even naar gaan kijken? Dus ik kun je even vertellen wat hier gebeurt. Ja, dit is op een festival genaamd Living Village. En ja,
Nou ja, daar komen dus allemaal mensen. Ja, er wordt gezongen met elkaar. En dit zijn zo'n 450 mensen die deelnemen aan de cacao-ceremonie, waar eigenlijk de muziek verbindend in is. En daarbij drinken we inderdaad ook een brouwsel wat van cacao is gemaakt. En iedereen kent chocola. Dat heeft iedereen, heeft iedereen van gehoord. Maar het wordt eigenlijk teruggebracht in de natuurlijke vorm. Dus het meest pure vorm van de cacaoboom. Wat voornamelijk bekend is in ceremoniële vorm in Zuid-Amerika. En het heeft een heel fysiologisch effect. Als we de cacaoboom gebruiken in de pure vorm. Want dan worden alle vitamine en mineralen worden behouden. En het is een van de meest complexe voedingssoorten in de wereld. Wat gebeurt er met je dan? Fysiologisch. Voor mij hebben we dit nu wel gehad. Als we erheen aan het praten. Maar ja, ik vind het grappig. Want dit is dus een van de vormen waarin we samenkomen. En dit is dan op een festival waarin daar heel veel behoefte aan is. Mensen staan. Ja, en dansen. Dat gaat eigenlijk. Dit is het begin. En dat ze hebben cacao gedronken hiervoor. Ja, inderdaad. Okay. Ik zie dat de kopjes leeg zijn. Ja. Dus ja. En dan dat doet dan iets met je, dus ja, blijkbaar. Ja, want ze zeggen natuurlijk ook, of niet natuurlijk, maar ze zeggen dus dat je verliefd wordt van cacao. Nou, wat is dat eigenlijk? Dit komt serotonine en dopamine vrij. Als we dat dus gaan drinken in de pure vorm. En dat kan je vergelijken met een runner's high. Dus je wordt ook vrolijk. Je kan je makkelijker verbinden met anderen. En wat ik dus ervaren heb over de afgelopen jaar, zijn de cacao-ceremonies onwijs populair geworden. En ja, ik had het eigenlijk niet zo door, totdat ik op een gegeven moment, dus 3 jaar geleden, op dit festival voor het eerst terecht kwam. En er meer dan 200 mensen kwamen. En ik dacht, oké, er is hier dus schijnbaar wel echt behoefte aan. En dit was dan vorig jaar. Van mensen willen verbinding met elkaar. En de cacao, ja, in alle eerlijkheid is de vraag ook, is het nodig? Eigenlijk niet. Maar het is misschien ook wel een soort placebo-effect van als we dat drinken. Het heeft wel een fysiologisch effect. Okay. Dus het kan helpen, maar uiteindelijk is het natuurlijk niet nodig. Is het bijna een softdrugs dan? Bijna een softdrugs? Ja, daar wordt wel gevraagd. Is het psychedelica? Want Rut, jij vertelde van tevoren dat jij had het ook een keer gedaan. Hè? En wat gebeurde er met jou? Ja. Nou, dat was wel leuk. Iemand uit ons team die deed heel veel ermee. Die ging ook naar die ceremonies toe. En die was zelf naar Peru volgens mij geweest. En daar had ze die cacaobonen vandaan gehaald. En toen gingen we dat doen 's ochtends, ook met muziek. En we mochten ook geen koffie drinken van tevoren. Want dit was al genoeg effect. Dus we waren heel erg geïnstrueerd. Ik was heel nieuwsgierig wat er ging gebeuren. En ik heb meestal wel energie. Maar die dag, toen stuiterde ik het kantoor door en Maarten, dat is mijn collega met wie ik werkte, en ik werden er heel knuffelig van. Knuffelig, dus, oké. Toen hebben we heel gezellig bij elkaar gezeten, ja. Oké. Ja. Dat is voldoende details, ja. Dus dat, het is heel fijn, het is geestverruimend en verbindend dus echt. Het is niet zo van ik ga tot mezelf komen en ik trek me terug uit de wereld. Nee, het is meer dat mensen juist naar elkaar toe trekken, eigenlijk wat Rut ook zegt. En dat zie ik ook tijdens die ceremonies, dat mensen zich vrijer voelen om expressie te geven. En dus ook als we de muziek inbrengen en het samen zingen. Dat vind ik zelf ook heel mooi, dat samen zingen, dat het zo verbindend is. Dat je elkaar ontmoet in geluid. En dansen met elkaar is gewoon ook heel fijn. En daarom gaan denk ik mensen ook bijvoorbeeld naar een club of naar een danceparty. Mm-hmm. En kun je het in Amsterdam gewoon op bepaalde plekken doen? Ja, zeker. Ja, ik zou bijna zeggen, staat het in een telefoonboek? Oh, dat is een goede vraag, maar ik denk... Nou ja, dat... ja, ik denk als je cacao-ceremonies Amsterdam gaat googlen, dan vind je ze wel. Ja, waarschijnlijk kom ik daar inderdaad ook wel tussen op een paar plekken. Ja. Okay. Nou, je mag de microfoon geven aan Rut, Rut Six. Jij bent van iets anders, dat heet de kwekerij. Klopt. En dat is niet iets wat we denken aan een kwekerij. Wat is het precies? Nee, we planten niet allemaal bloemetjes en zo. Eens vertelde ik het aan een huisgenoot en die had namelijk een keer tomatensoep op. En daar stond ook de kwekerij op en die dacht dat wij dat hadden gemaakt. Maar dat doen we niet. Nee. Denken na over de vraag, hoe komt een student of een young professional tot bloei? En we proberen een goede voedingsbodem te creëren voor mensen om tot bloei te komen.
Dus bij de kwekerij komen allerlei mensen, studenten, jong professionals. En wij hebben allerlei programma's, workshops, maar ook wat langere trajecten waarbij we nadenken over de vragen die ertoe doen, maar waar eigenlijk niet zo heel veel ruimte vaak is om langer bij stil te staan. Je ziet hier verschillende. Wat ja, ja. Leg eens uit, bloeiklassen. Ja, de bloeiklassen die zijn het meest regelmatig. Dat is een eenmalige workshop eigenlijk, waar een vraag centraal staat. Bijvoorbeeld, hoe ontdek je wat je wilt? Of hoe kan rust je ritme bepalen? En tijdens die avonden gaan we met een groep van ongeveer 20 mensen nadenken over deze vraag. En nou, nadenken eigenlijk niet echt, vooral ermee bezig zijn. Dat doen we door oefeningen te doen, dat doen we door van gedachten te wisselen en door elkaar aan het denken te zetten. En daarnaast denk ik dat we deze programma's aanbieden, maar de kwekerij is ook echt een plek waar een heleboel mensen komen om hun eigen idee weer uit te voeren. Dus ik denk dat er wel 40 mensen ongeveer bij betrokken zijn die ook vrijwillig allerlei verschillende andere programma's weer ontwikkelen. Zo is er een coach, één op één coaching ontstaan van mensen die dat graag bij de kwekerij wilden gaan doen. Er komen er ontbijtsessies. Tussen 8 en 9 ochtends is nadenken over een diepere vraag, een goed ontbijt. En daarna weer door naar de werkdag. Tijdens het ontbijt een goed gesprek. Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Of het openhartige tafelgesprek. Dat zijn tafelgesprekken bij de maaltijd waar we een openhartige taart eten en met elkaar spreken over onderwerpen. Bij jullie is alles een beetje dubbel. Ja, we hebben ook hele irritante woordgrappen over bloeien. En dan hebben we de kweekschool. En de trainers heten kwekers en bloeiklassen en zo. Is heel Mestival. Ja, ja, dat is een eenmalig event per jaar waar we over één onderwerp praten. En ook hier, de doetak staat hier op het hoekje, over maatschappelijk betrokken zijn. Ik denk dat de kwekerij juist ook echt een gemeenschap wil zijn. En ook een plek waar verschillende mensen met verschillende achtergronden ook een plek kunnen vinden om tot bloei te komen. En daarin ook elkaar te inspireren. Maar niet alleen voor jezelf, maar ook om daarin je te committeren en ook te verbinden aan andere groepen mensen. Want studenten, young professionals, dat is natuurlijk een kleine groep, maar we zijn met veel meer mensen in de maatschappij. Ja, wat je doelgroep is dus? Studenten en jong professionals, ja. Ja, okay. Ja, dat is wel de doelgroep. Maar bij de doetak doen we dus met allerlei verschillende andere groepen mensen verschillende dingen. Ja. Ja. Nou, studeer jij zelf theologie, begrijp ik? Ja. Is het een christelijke organisatie? Want ze worden wel betaald, geloof ik. Ze krijgen geld ook van de Protestantse kerk. Ja, dat klopt. Ja. Maar is het een pioniersplek van de kerk? Of hoe zie je dat? Ja, officieel heet het wel een pioniersplek van de kerk. Het is een nieuw initiatief in feite. Ja. Ja, maar nee, het is geen christelijke groep mensen die iets christelijks willen bereiken in de samenleving, om het zo maar te zeggen. Maar het is echt een hele diverse groep van mensen van verschillende achtergronden die samen willen zoeken naar manieren om tot bloei te komen en tot bloei te brengen. En dat kan zijn vanuit een christelijke traditie, want ik zelf ben christen. Maar dat kan ook zijn vanuit hele andere achtergronden. Ja, oké. Okay. Nou, naast je zit Riekje van Osnabrugge. Jij bent van New Connective. Klopt. En dat werkt ook onder studenten, geloof ik. Zijn jullie concurrenten van elkaar? Ja, enorm. Wij vechten elkaar helemaal de tent uit. Ja, we doen nooit iets samen. Want jij bent van het oude studenten. Pastoraat, ja, ik ben zelf een hele oude studentenpastor. Ja? En daarom ben ik van het oude studentenpastoraat. Maar wij zijn sinds 5 jaar een doorstart van het studentenpastoraat oude stijl, zeg maar. En wij werden studentenpastoraat 2.0 genoemd. En was dat nodig? Werkte het niet meer? Het werkte in zoverre niet meer dat mensen van buiten dachten dat je er alleen naartoe kon gaan als je gelovig was. Terwijl wij juist eigenlijk toen ook al heel veel deden met studenten die juist heel seculier zijn en op zoek zijn. Maar doordat wij nu New Connective zijn geworden, ik ben zelf dan vanuit de Protestantse kerk, maar er werkt bij ons ook een moslima en een humanist. En we proberen niet via de zuilen te werken, maar wij laten daarmee wel zien dat wij breed zijn. En we hebben nu ook net iemand die even tijdelijk invalt, die hier dus zou zijn, Bas. En die is boeddhist. Ja. Dus daarmee willen wij ook laten zien, wij zijn van heel verschillende achtergronden, maar juist daardoor willen we met elkaar verbinden. En ook studenten die bij ons komen, die ook zich met elkaar kunnen verbinden. Juist, we zeggen niet van iedereen is welkom, ondanks afgezien van je achtergrond, maar juist inclusief je achtergrond. Neem hem vooral mee, hang hem niet aan de kapstok,
Maar daar gaat het juist om wie je bent. Maar het is verbinden. Het is niet dus individueel hulpverlening aan studenten. Wij hebben eigenlijk twee takken. De ene kant is individuele hulpverlening. En dan noemen wij dat geen hulpverlening, want we zijn geen hulpverleners. Wij zijn mensen die... Cliënten. Studenten. Het zijn studenten die net als allerlei studenten rondlopen met vragen over het leven en over zin. En wie ben ik en hoe kan ik van betekenis zijn en hoe kan ik iets veranderen in de wereld en wat moet ik nou eigenlijk met mijn leven? Of mijn moeder is overleden of mijn vader of mijn broer en wat moet ik er nou mee? En die komen bij ons. Je hebt ook een rouwgroep. Ja, en we hebben... Hier zien we wat activiteiten. De afgelopen maandag hadden wij... Ameline Ansu, dat is een jonge vrouw, die heeft net een boek geschreven waarbij ze heel jongeren had geïnterviewd over ouders die ze verloren waren. Ze heeft zelf haar vader en haar moeder verloren. En bij die rouwgroepen bij ons, het is maar heel klein, het zijn 8 mensen. Maar het is wel life changing, omdat ten eerste is er hun over iets overkomen wat hun hele wereld helemaal op hun kop zet. Mm-hmm. En dan denken ze, ik ben helemaal alleen, wat moet ik nou? En dan horen ze of van een andere student of van een studieadviseur of internet dat wij er zijn. En dan komen ze zich melden bij die rouwgroep en dan vinden ze lotgenoten. En dan hebben ze ineens door, ik ben niet alleen. En doordat ze met elkaar gaan praten, ook of je nou moslim bent of christen of wat, of heel veel seculiere studenten, ineens herkennen ze zichzelf in elkaar. En ook, nou, ze vinden steun, maar ze zoeken samen ook weer naar zin. Hebben ze geen andere plekken waar dat kan? Of waar dat... Ze zeggen van niet. Het op de een of andere manier, en dat is echt heel schrijnend. Zo langzamerhand. Humanistisch Verbond, of Humanitas, heeft ook jongere groepen, gelukkig. Maar die zijn weer niet altijd voor studenten. En er zijn wel andere groepen waar bijvoorbeeld, als er ouders zijn overleden aan kanker in een ziekenhuis, dan is daar ook een instelling voor. Maar echt specifiek voor studenten, dat is eigenlijk op dit moment alleen bij ons. En dat is eigenlijk heel raar. En wij doen het samen vaak met een studentenpsycholoog van de UvA. Maar we roepen altijd, het is geen therapie, het is geen bekeringsverhaal. We zijn er voor jou om je naar je verhaal te luisteren en om te kijken of je elkaar tot steun kunt zijn. Dat is eigenlijk vooral. En merk je dat deze generatie daar meer behoefte aan heeft of minder ankers heeft? Zolang ik dit werk doe, zijn er mensen die in rouwgroepen hun lot willen delen. Ja, maar in het algemeen bijvoorbeeld, dat je zegt van nou, die komen naar ons toe en is het toch een andere generatie dan 15 jaar geleden of zo? Ik denk dat 15 jaar geleden er wel meer mensen waren die lid waren van een kerk. Of die nog ouders hadden die lid waren van een kerk. En nu zijn het vaak die grootouders misschien wel ergens lid waren van een kerk. Maar ook heel veel... onbekend daarmee. Heel volkomen onbekend, ook neutraal en ook nieuwsgierig. En daarom organiseren wij ook regelmatig een GVD. Dat is een groot vooroordelen-diner. Dat is het vloeken van Rico, maar dan weer wat anders. Ja. En dat doen we bijvoorbeeld ook tijdens de Ramadan. En dan gaan we naar een moskee. En dan nemen we studenten, islamitische studenten, heel seculiere studenten, christelijke studenten. Die komen dan bij elkaar. En dan hebben we een aantal werkvormen waarbij we eerst een beetje giechelig over elkaars en onze eigen vooroordelen te hebben. En daarna gaan we daar een tijdje over doorpraten. En daarna breken we samen de vast. Dus dan hebben we de iftar. En dan gaan mensen echt met elkaar in gesprek. En dan merk je, mensen vinden het inderdaad doodeng om een moskee binnen te stappen. En dat durven ze eigenlijk helemaal niet. En dat zijn hele gewone mensen. En die kijken inderdaad gewoon naar Netflix. En ze zitten naast in de collegebanken, maar over echt diepe dingen hebben ze het bijna nooit. En dat proberen wij juist voor elkaar te krijgen. Oké. Mag je de microfoon geven aan je buurvrouw? Je hebt er een. Ja. Wing-Jan Man. Jij bent van iets wat misschien nog onbekender is dan cacao. Ja, waarschijnlijk wel. 3310 School for Millennials. Ja. Maar je gaat het geloof ik uitleggen met een soort interactie. Ik werd gevraagd om een oefeningetje te doen. Is het ook een beetje een soort leer mij een beetje kennen in mijn zoektocht naar zingeving. Ik ben niet in aanraking gekomen met iets religieus, behalve basisschool hadden ze een godsdienstles. Wilde ik wel, en heb ik ook gedaan. Leek me altijd hartstikke leuk, want iedereen deed het. Vond je het interessant? Vond ik echt interessant. Ja, verhaaltjes luisteren, vond ik echt heel leuk. Ja. Ik heb net nog gevraagd inderdaad aan de stagiair wat sociologie en alles. Ik weet het niet, het is niet mijn achtergrond. Dus ik kom echt, mijn ouders zijn immigranten. Die zijn hier gekomen om te werken en om eigenlijk de kinderen dus de toekomst te geven. Mm-hmm. En
En ik ga je een beetje meenemen in hoe ik ben gaan zoeken naar wat voor mij zingeving is. En dat zijn een beetje reflectievragen die ik u ga stellen, die u ook voor jezelf kan beantwoorden. Doe mee of doe niet mee. In ieder geval zijn dat vragen die ik stel. Dus de vraag die je waarschijnlijk wel kennen is, wat zou je vroeger zeggen op de vraag, wat wil je worden als je later groot bent? Denk dat voor jezelf even na. En ik heb eigenlijk echt gisteren voor het eerst dat tegen iemand gezegd. Dat was een heel raar antwoord dat ik toen gaf. En dat heb ik nooit aan die verteld. Ik wilde aap zijn. Ja. Ik wilde helemaal superleuk. Aap zijn. Ja. Okay. Ja, ik weet niet waarom. Het was wat vrije. Ik weet niet. Terug in de natuur. Terug de evolutie. Ik weet niet. Ik denk niet dat je op dat moment als kind in die vriendenboekjes dat je die vraag moest beantwoorden. En dat je dan kan zeggen, ja, aap zijn. Maar ook niet of een liefdevol persoon of gelukkig rijk. Dat is wel een ding. Maar dus dat was allemaal niet. Dus je gaat dan op zoek naar een beroep. Nou, ik ben eigenlijk mijn hele leven op zoek gaan naar een juist beroep. Vanuit mijn ouders zijn, ik moet werken, succesvol zijn. Ik dacht, ja, kunst en muziek, dat leverde geen geld op. Ja, ook al wou ik het wel. Maar ik dacht, nou, dan ga ik maar civiele techniek doen. Dus bruggen bouwen, eigenlijk, wat gezegd. En toen heb ik daar ook heel veel zoektocht in gedaan. En ik ben in de aannemerij geweest, in de offshore. Ik heb de auto-industrie gewerkt. Zo? Ja, je doet wat, hè. En toen, ja, ik ben zo'n high potential geweest. En dan krijg je dat. Ja. Dat heb je allemaal snel gedaan dan? Ja, al die buitenlandstages, hè, en de studiebeurs en dat soort dingen. Ja. En toen ben ik gespecialiseerd in waterbouw, watermanagement. Ik dacht Nederland, baan garantie. En toen dacht ik wel van, ja, ik wil eigenlijk niet iets vast doen. Ik wil niet iets in de overheid werken of een ingenieursbureau. Dus ik dacht, ik ga voor een corporate bedrijf werken. Een heel groot Amerikaans IT-concern heb ik gewerkt. Consultancy ingegaan, heel veel van geleerd. Carrière gemaakt in de onderzoek daar. En uiteindelijk was ik dus succesvol, want ik zat net onder de CTO. Ik mocht mezelf een eigen titel geven. Maar het ging heel snel toen ik 27 was. Vice president. Bijna, oké. Nee, dat kon allemaal niet. Maar ik zat wel inderdaad eigenlijk een beetje aan de top van, ook al met heel weinig werkervaring. Op de duur kreeg ik dus ook een burn-out. En heel veel mensen denken dat het door het werk kwam. Het is niet door het werk gegaan. Ik kwam erachter dat ik iets wilde zijn en succes nastreefde dat niet van mij was. Dus eigenlijk van mijn ouders en van de maatschappij. Ja. Want dit is succesvol, de loopbaan. En tijdens in mijn school, mijn trainingen die ik geef ter burn-out preventie, krijg ik veel jonge mensen die de vraag stellen van, ja, wanneer zal ik ooit succesvol zijn? En ik denk, wat we vaak niet vragen is onszelf van, wanneer ben ik succesvol en wat is dan succes voor mij? Nou, ik ben dat op zoek gegaan toen daarna. Nou, wat geeft mij dan zin? Denk ik dan zingeving? En toen kwam ik op 7 elementen uit. Ik heb dat heel mooi kunnen opschrijven voor mezelf. En heel veel mensen vragen dan, ja, doe je nog iets met je ingenieursopleiding? Ja, is dat niet zonde? En ik dacht, ja, 3 elementen, die doe ik altijd wel. En die zitten ook in een ingenieur. Dus het intellectueel uitgedaagd zijn, creatieve oplossingen bedenken en mensen helpen. En toen realiseerde ik van, ja, eigenlijk, we zijn nu in onze tijd, in deze tijd, heel erg op zoek naar zingeving in het werk. Maar vaak vergeten dat het juist niet alleen maar in het takenpakket zit, maar dat het juist je kan. Dit soort elementen kan ik overal vinden, in elke baan. Dus de vraag aan jullie, een reflectievraag is, kun je creatief zijn in zin te zoeken in je werk die je nu hebt, ongeacht het beroep? Okay. En toen kwam ik daarna achter, ik heb heel verhaal voorbereid. Dus ja, daarna, ja, ik moest voorbereiden. Dus, en toen, bijna. En toen, wat ik toen kwam, het waren 7 elementen. Het waren 7 elementen. En toen, die laatste, dus 3 elementen waren werkgerelateerd, de 4 andere, waren eigenlijk alleen maar levensgerelateerd. En toen merkte ik van, ja, eigenlijk, dus als je kijkt naar hoe we dagelijks leven en als je kijkt wat we nou echt belangrijk vinden en hoeveel tijd we op een dag of in een week daaraan besteden, is dat meestal niet zoveel. En uiteindelijk heb ik dus mijn ideale baan gevonden door het zelf te maken. Ik ben dus opgericht geworden van 3310 School for Millennials. Zorg voor het scheldwoorden. Het, is niet, het klinkt lekker. Ja, wat is de functie daarvan? Eigenlijk is het dus ter burn-out preventie. Dit is een sessie van jullie. Ja, dus is ter burn-out preventie om eigenlijk mensen meer. Het is een instapmodel naar zelfreflectie en wat meer zelfvertrouwen te creëren. En 3310 staat eigenlijk voor de Nokia 3310. En het is voor de generatie juist die in het analoog is opgegroeid, maar in het digitale is ingezogen, maar dan niet is voorbereid. Okay. De wereld verandert snel, we kunnen nu alles, we hebben de welvaart, er zijn voor keuzes. En ik denk, ja, we zijn niet. Maar niet zo handig zijn als de nieuwste generatie. Dat ook, dus wij voelen ook al ons mislukt al nu. Dus maar het is de nieuwe manier van werken, de nieuwe manier van leven. Dat kan ik niet naar mijn ouders toe gaan. Van, ja, die hebben dat niet meegemaakt. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik wil een plek creëren waar we samen kunnen komen om van elkaar te leren.
En om dat samen uit te vogelen, eigenlijk een nieuwe manier van leven. En ik denk uiteindelijk is dat... dus ik kwam erachter door heet het op zoek te gaan naar mijn eigen baan, de ideale baan, hetzelfde te creëren, jobcraft helemaal in. Kwam ik erachter op de deur van ja, elke keer als ik er bijna ben, dan is het niet. En dat wil ik niet voor mijn hele leven doen. En ik denk een stukje accepteren van dat zingeving ook maar gewoon fluïde is. En dat het zich verplaatst. En dat het constant anders wordt, net als de omgeving, net als mijn behoeftes. Dat is ook een stukje wat ik denk dat belangrijk is, een onderdeel van het leven, is dat je het soms ook gewoon niet hebt. En dat het er ook mag zijn. Nou, laatste wat ik nog wil melden is... we zijn er echt bijna. Je bent heel doelgericht. Ik moest iets voorbereiden. Maar, we hebben de hele avond nog. Dan gaan we iets langer door. Mensen zitten al heel lang te luisteren. Dus de vraag van, ja, ik ben dus inderdaad niet geworden wat ik wilde zijn. Dat is een beetje raar. Maar ik heb altijd wel heel vaak gedacht van, ja, wat doe ik dan hier? Mag ik er zijn? Mag ik bestaan? Want ik heb altijd het gevoel van, ja, ik hoor er nergens bij. Ik kijk nu ook rond. Ik ben ook waarschijnlijk een van de weinige Aziatische mensen hier. Ik ben altijd anders. Ik ben altijd ook in de vrouw, in de mannenwereld, ingenieurswereld. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, en mijn ouders zeggen van ja, moet je niet op zoek gaan naar een echte baan nu weer. Hè? Dat ondernemen, ja, hartstikke leuk. Maar, ik weet niet of ieder mensen wel eens zich verloren voelen. Ik weet niet, ja, ik heb dat wel eens, ja. Ja, dat je of je er mag zijn. En toen eigenlijk ter voorbereiding voor deze avond heb ik dus over dit soort dingen weer na kunnen denken. En toen werd ik herinnerd aan een advies van mijn, of een statement van mijn therapeute. En zij zei, of je het nou verdient of je er mag zijn of bestaan, je bent er al. En dat betekent dat je al impact hebt. En je neemt de ruimte in, je praat met mensen, je zit in de herinnering van mensen. Dus die aanwezigheid is er al. Dus de vraag dan aan jullie is, je weet dat je er bent, je bestaat, je kan niet weggegumd worden, of wat dan ook. Hoe ga je het dan verschil maken met je eigen aanwezigheid? Poeh. Nou, dat was mijn verhaal. Oké, maar heb je nu je bestemming gevonden, laat ik het zo zeggen? Nou, dus het is inderdaad constant zoeken. Dus Want je bent heel zoekende geweest. Ja, heb je nu een soort rust gekregen? Ik heb al meer rust gevonden door te kunnen accepteren dat het inderdaad gewoon is van inderdaad wat ik vroeger wilde worden, hoef ik nu niet meer te zijn. Het is een beetje de rust vinden in van, ik ben er wel altijd mee bezig. En aan het kijken, zit ik op het juiste pad voor mezelf? Mm-hmm. Worden mijn behoeftes voldaan? En ja, dan mijn leven. Dat is het eigenlijk. Ja. En ik hoef niet meer te doen wat mijn ouders willen? Nou, uiteindelijk zijn het altijd natuurlijk patronen die altijd blijven terugkomen. En ik krijg dan natuurlijk wat ik zei, ik krijg dan nog steeds te horen. Maar ik heb nu wel meer rust in kunnen vinden. En ook hun kunnen leren dat een andere kant van het verhaal is. Zo interessant, want zij zijn hierheen gegaan met heel hard werken natuurlijk. En heel veel verdienen voor ons. Ja. En nu zijn mijn ouders in de fase zijn begin 60. En zij zijn nu, ze hebben heel veel kwaaltjes nu al. En zij zeggen inderdaad van, ook tijdens mijn beurt zei ze van, ja, je moet niet zoveel stressen. En nu zien zij er ook de waarde van in van, ja, je moet ook voor jezelf zorgen nu. Want kijk maar hoe wij er nu bij zitten, dat willen niet dat jij het mee gaat maken. Dus er zit al meer rust in. Wat gebeurt er op die foto? Oké, dit is de fuck it list. Dit is de fuck it show. Waarom noem je het fuck it? Het is een bucket, het is geen bucket list, maar een fuck it list. Het is eigenlijk ook deze. Ook weer die woordspeling. Ja, hartstikke leuk. De fuck it show gaat eigenlijk om, ja, dat je durft te falen, uit je comfortzone gaat. En tijdens die hele show is een soort spelshow waar iedereen meedoet, in een spel zit. En ik en een andere jonge Daan die host het. Mm-hmm. En dan laten we oefeningen doen die eigenlijk een beetje echt direct in your face zijn. Dus de eerste oefening die je gaat doen, als je binnenkomt, wij gaan beginnen met zingen. En ik kan inderdaad, wat een leuke vraag net, maar ik ben niet zo goed in zingen. Dus ik was een beetje onzeker. Maar weet je, wij gaan gewoon zingen. En uiteindelijk dan doen we karaoke bingo. En dan gaat iedereen meezingen. Dan halen we een nummertje naar voren en dan mag je meezingen. En dat eigenlijk het hele idee is natuurlijk dat je gewoon uit je comfortzone gaat. En dat iedereen dezezelfde onzekerheden heeft. En uiteindelijk, wat wel mooi is, wat jij ook zei, van uiteindelijk zoeken we verbinding. Dat er herkenning is in elkaar. Dat we allemaal met dezelfde problemen dealen. En dus één ronde wat we dan doen is waar we dan mensen vragen om eigenlijk iets positiefs over elkaar te vertellen. Dus dan zetten we iemand in de spotlight. En dan vragen we, wil je iets positiefs tegen deze persoon zeggen? En dan zie je gewoon dat er zo'n magisch iets is dat mensen daar emotioneel van worden. En ja, eigenlijk gewoon. Dat zijn ze bijna niet gewend. Nee, niet gewend. Want herkennen jullie dat ook? De druk op presteren, ambitie. Daar zijn jullie op een of andere manier ook allemaal bij betrokken. Hè? Is dat het vraagstuk
van deze tijd? Bij jongeren ook. Ik weet niet of het het vraagstuk is, maar het is wel een heel, heel belangrijk vraagstuk. Er wordt heel veel van ze gevraagd, in ieder geval van zichzelf. Ze moeten aan van alles voldoen. En dan heb je ouders die van alles van je willen. Je studie wil van alles van je. Social media laat je van alles zien wat je moet. En je hebt ook nog het gevoel dat je het verschil wil maken. En dat is heel erg veel. En dan ook nog het gevoel dat het perfect moet. We hebben een tijd geleden met een stel waar kwekerij ook bij zit en jullie ook, de Collectief voor Imperfecten opgericht. En dat was Collectief voor Imperfecten, ja, ja. En daar gaat het precies over. Je bent wie je bent. Je mag zijn wie je bent. En daar, je hoort er gewoon bij. En de menselijke maat, dat komt eigenlijk ook wel weer in terug. Je hoeft niet meer te doen dan je kan, want je bent er al. En het is al goed dat je er bent. Maar het lijkt zo logisch. Ja. Waarom worstelt deze generatie daarmee? Waarom worstelt deze? Ik denk, kijk, het is wat ik zei met het digitale. Dus nu kan alles en alles is vrij. Dus dat is al heel lastig. En toch zijn we met bepaalde oude waarden opgevoed van de zekerheid, een goede baan, de studie, dat is het. Maar wanneer we afgestudeerd zijn, dat betekent niet inderdaad meer een goede baan. Die baan is ook niet meer voor altijd. Het werkt niet meer zo. En daarnaast natuurlijk de referentiekaders waar je in zit met social media. Ik denk dat we... Kijk, als ik nu zeg, ik ben een vrouw, en als ik zeg van, ik wil nu gewoon eigenlijk huisvrouw worden. Weet je, ik vind, dit is mijn, wat ik wil zijn. Moeder. Dan weet ik gewoon, dan ga ik daar best wel wat weerstand van krijgen. Dat kan niet, dat is ouderwets of wat dan ook. Maar als ik zeg, ik wil geen kinderen, dan kan dat ook nog niet helemaal mee. Nee, dan wordt toch wel ook weer... Ja, dus dan er zijn zoveel meningen en je ziet natuurlijk, dat wordt veel meer geuit, ook via social media. We zijn er wat mondig in geworden. Dat is gewoon eng om die stap te zetten, om te kiezen voor jezelf, omdat je altijd gewoon weerstand gaat krijgen. Zijn jullie ook een beetje misschien gepamperd door je ouders? Ja. Dat is het. Rutte is een beetje stil, ja? Oh, moet ik nu beantwoorden of ben gepamperd? Nou, we hebben één bloeiklas, wat doe je met je opvoeding? En opvoeding heeft superveel invloed op de manier waarop je kijkt naar grote dingen als liefde, verbinding, relaties. En tegelijkertijd denk ik ook dat we in een samenleving leven, als je als student dan in de grote stad komt en niet meer bij je ouders woont, dat je veel meer zelf op zoek gaat naar het antwoord op vragen. En dat je daarbij niet per se meer naar je ouders gaat en ook niet meer naar die kerken of naar andere plekken. En dat je allemaal snippertjes hebt waar je dan dingen van kan leren. En dat is natuurlijk ook nu, hebben we overal trajecten waar je je persoonlijk kan ontwikkelen en waar je jezelf kan, superhelden.nl, waar je helemaal jezelf kan ontplooien. En aan de ene kant, en mensen hebben daar een ontzettende interesse in. Ook altijd als ik iets met persoonlijke ontwikkeling zeg, van de kwekerij, persoonlijke ontwikkeling is daar ook belangrijk bij. Oh, oké. Ja, persoonlijke ontwikkeling. En terwijl ik juist denk dat al die verschillende snippertjes, dat ervoor zorgt dat je ook een soort stress krijgt en nog meer die ontwikkeling wilt. En ik denk dat wat we als kwekerij ook willen, is dat er juist een plek ontstaat, een kas vol met verschillende bloemen die met elkaar kunnen groeien. Nou, die kas was er bijvoorbeeld letterlijk. Vorige week hadden we de warme kas en waren er allerlei mensen die... Het is echt een ruimte, hè? Moet je zeggen. Ja, het is echt een ruimte. Heel mooi, heel licht. En als het regent, lekt die soms, dat is minder. Maar daar hadden we een diner met alle mensen die betrokken waren bij de kwekerij. En dat waren allerlei verschillende mensen. En we hadden het over kwetsbaarheid, over wat raakt je. En wat we toen deden was, we schreven op een briefje, mocht je iets opschrijven wat je de afgelopen week had geraakt. En daar maakten we een propje van en dat gooide je dan tegen iemand aan die ergens anders zat. Oh. En nou, dan kreeg jij dus een briefje, werd je geraakt door het briefje, waarmee iemand was geraakt in die afgelopen week. Mm-hmm. En juist daarmee proberen we iets van die verbinding en niet al die versnippering dat het alleen maar om jezelf draait, maar dat er iets van samenhorigheid en verbinding ontstaat. Want is dat niet allemaal het probleem, wat het gaat om mijn zin van mijn leven? En jij probeert wat meer via jouw ceremonies wat meer eigenlijk gemeenschapszin voor elkaar te krijgen. Maar ja, het is wel vrijblijvend natuurlijk, hè? Want op zo'n festival is het eventjes en kijk, een kerk en een moskee, daar is de gemeenschap blijvend. Is dat niet een beetje de makke van jullie nieuwe initiatieven?
Ja, dat is ook een zoektocht die ik zelf aan het aangaan ben. Van hoe kan je dat op langer termijn eigenlijk sustainable maken? Ja, in die zin. Duurzaam. Ja. Ja, duurzaam. Ja, dankjewel. En, en het blijft een zoektocht van die nieuwe vormen, om daar uiting aan te geven in die zin. En dit is dan, ja, ook voor mij denk ik soms van, ja, wat ben ik daar eigenlijk aan het doen af en toe? Want het is, ja, waar vind ik zelf eigenlijk de aansluiting ook nog? Er zijn twee dingen. Ik zag een brugje in wat jij vertelde over de versplinterdheid. En een van de belangrijke teachings van het shamanisme is dus eigenlijk alle versplinterde delen weer in het hier en het nu brengen. En dat is ook een zoektocht die ik ben aangegaan door middel van yoga. De belichaming van in het hier en het nu zijn. In plaats van alleen maar continu de input vanuit het cognitieve. En dat was een heel grote les voor mij om, ook vanuit het shamanisme, dat ze zeiden van, ja, er zijn eigenlijk niet echt boeken. Ja, ik heb nooit een boek gelezen over het shamanisme. Ja, hoe heb je dat dan geleerd? Okay. Nou ja, kom maar. Kom maar gewoon naar de community. Kom maar naar de ceremonies. En er zijn vooral in ceremonies wel terugkerende mensen. Dus er zijn mensen die mij eigenlijk, niet per se mij, maar het werk, zo zie ik dat dan meer, volgen door het hele land. Ja. En er komen ook mensen uit het buitenland naar Nederland als ik dan weer hier ben. En ik heb heel veel gereisd ook met het werk. Naar allemaal verschillende communities. Dus je probeert iets van bestendigheid te zoeken. Ja, daarbij. Ja, maar de wortels zijn, ja, ik voel de wortels in mezelf in die zin. En hoe kan ik dat nu vertalen nadat het voor andere mensen, dat zij ook die wortel kunnen vinden. En ja, ik heb het antwoord niet helemaal, maar ik zie wel dat mensen steeds terugkeren hier naartoe. En dat het ook op steeds meer plekken gevraagd wordt. Want het, ja, je stelde eerder die vraag van waar kan je dat vinden in Amsterdam? Nou, yoga studio's onder andere. Mm-hmm. Maar ook events. Het wordt steeds populairder. En nu ook ben ik bezig met een concept om het weer in het bedrijfsleven te brengen. Omdat zelfs vanuit daar nu de vraag komt van wij willen ons met elkaar verbinden. Op een ander niveau. En dat ze dus willen gaan voelen. Ze willen die belichaming. En ben je dan wel eens jaloers van, als je dat ziet bij de kerk en de moskee, daar komen wel gewoon mensen binnen en die komen elke week misschien, of die komen elke dag na 10:30, komen die binnen. Hebben jullie dat niet van, is het niet wat vluchtig allemaal ook? Ik denk het wel. Ik wil nog even terug waarom ik denk deze generatie dat heeft. Ik denk, de jonge generatie, denk ik, die snapt dat denk ik wel, die nu zit. Als wij het niet weten, dan gaan we misschien niet vragen, bellen is al enger geworden, maar dan gaan we googlen. Dat is eigenlijk wat we doen. En je ziet natuurlijk hoe wij nu leven en werken. We zijn veel digitaal aan het communiceren. En ik denk, eigenlijk willen we dat gesprek. Maar doordat we dat gesprek niet meer aangaan, ook de tijd niet meer nemen. Zeker in een bedrijfswereld zie je dat heel erg. Moet allemaal agile, moet allemaal sneller. Dan mist dat gevoel van connectie mist gewoon. Dus en dan, dat moet er wel bij eigenlijk. Ik denk, want ja, als wij niet, dan hebben wij geluk, zeg maar, dat wij nog analoog zijn opgevoed. Dat die meneer, maar de volgende generatie weet ik niet. Die appt gewoon wanneer ze naast elkaar zitten. Weet je? Ja, en wat ik hoorde ook laatst iemand die zei van, ja, dan was dan over daten. Ik zei van, ja, dan op de app zijn ze hartstikke leuk. Ontmoet ik ze in het echte leven, zijn ze super saai. Nou ja, weet je, zijn op de app dan denk ik heel leuk geworden. Ja. Dat kennen we wel, maar inderdaad het echt communiceren, dat doen we veel minder. En maatschappelijk nog even, met maatschappelijk, ik bedoel klimaat, hebben we het over vluchtelingencrisis, ik bedoel Rico, die stapt in de auto en die gaat naar de Balkan. Ja. Maar gebeurt dat ook met jongeren? Ja. Is die maatschappelijke betrokkenheid? Ik denk, wij hebben. Is het niet alleen het navelstaren? Nou, ik denk omdat wij hebben alles gekregen. Daar geloof ik in. We hebben die welvaart, wat je zei, met gepamperd. Wij hebben heel veel welvaart meegemaakt. Als een, we hoeven vanzelfsprekendheid. Ja, vanzelfsprekendheid. Dus wij voelen dat wij niks meer zelf hebben gedaan. Dus als wij om hulp vragen, dan voelt het weer als zwak. Dan hebben we weer iets nodig. Nu willen we het zelf doen. En daarom zie je ook heel veel mensen omvallen, want we willen niet hulp vragen of weten niet waar hoe te vinden. Maar we willen het ook niet vragen, omdat we denken van ja, dan ben ik weer mislukt. Ja. Ik heb nog meer hulp nodig of nog meer leningen, wat dan ook. Maar in de klimaatbeweging zitten wel veel jongeren nu momenteel. Ja, dus we willen het zelf doen. De kruispunten, de Extinction Rebellion. Ja. Ja. Goed, vragen, want ik ben zo net even de zaal vergeten van met de andere heren. Dus jullie, als jullie daar ook nog vragen aan hebben, of aan hen, dan kun je die nu stellen. Hebben jullie zoiets van, wij missen iets wat zij doen? Of ik zou er graag aan mee willen doen, of ik heb er een opvatting over. Of ik ben er helemaal stil van.
Dat kan ook. Ze zijn goed bezig. Ja, in welke zin? Ja, ik vind het schitterend. Die cacao-ceremonie ken ik. Ik ken alle aspecten. Ik ben geen millennial, maar net ietsjes daarvoor nog. Maar ook zelf dat herken ik. Dus ik vind het prachtig hoe jullie het allemaal verwoorden. Ja. Ik weet niet, ik word er stil van. Wie heeft er iets van geleerd van, nou, dat ja, daar ga ik wel eens heen. Daar ga ik nu heen, want ik vind het geweldig wat ik nu hoor. Nou, ik zou naar de kwekerij willen, maar ik ben te oud voor de kwekerij. Dus, ik zeg dat? Rut? En voor jong professionals, ik val daar niet meer onder. Dus ik zal eens gaan kijken of ik wat anders kan vinden. We hebben ook de generatieproeverij bijvoorbeeld. En daar proberen we te verbinden tussen alle verschillende generaties. Ja, ik ga naar de generatieproeverij. Wees welkom. Leuk. En leeftijdsdiscriminatie is verboden, hè? Dus dat mag helemaal niet. Dus nog een opmerking vanuit de zaal? Ze zitten er nu, hè? Oké, nou dan worden jullie hartstikke bedankt voor de uitleg. En dan, nou, applaus mag dat wel eventjes, want mooie initiatieven. Jullie mogen ook blijven, jullie mogen even blijven zitten, maar dat hoeft niet. Tim, vroeger had je van die avondsluitingen door dominees. Dus dit mag jij een keer doen, maar laat ons er positief en geïnspireerd straks naar huis gaan. Naar de bar, eerst beneden nog, waar we nog even kunnen napraten. Vergeet ook niet een donatie te doen. Voor Pakhuis de Zwijger. Dat is een soort collecte, zullen we maar zeggen. En dan mag jij nu gewoon het laatste woord hebben. Top, ga ik wel even zitten. Anders ja, dat mag. Sta ik voor jullie. Een mooie avond. En fascinerend. Hè? Laat ik voor mezelf spreken. Ik hoor heel veel mooie dingen. Maar ik ben druk met nadenken ook. Over alles wat jullie alle vier hebben gezegd. Wat jullie zeiden. Dus als jij dan zegt, nou zijn er nog vragen? Dan snap ik eigenlijk wel heel goed. Dat er niet 1, 2, 3 vragen zijn. Wat moet je hier nou precies over vragen? Ik gaf gisteren een verhaal voor een groep studenten. Dat ging over de druk van geluk. Helemaal de thematiek zoals jullie bespreken. En in het voorbereiden daarvan was ik het verhaal tegengekomen van een psychologiedocent aan Yale University. Haar naam is Laurie Santos, misschien ken je haar. En die doseert psychologie en op een gegeven moment dacht ze na over twee dingen. Ze dacht, ik doseer aan Yale, een van de top universiteiten van de wereld. En ik zie heel veel studenten, waarschijnlijk de meerderheid, die ongelukkig is. En dat vond ze eigenlijk, ze dacht, dat is toch bizar. Dan ging ze daarmee bezig. Toen dacht ze, ik ga een collegeserie doen over happiness. In zijn bredere aspecten, neurologisch, biologisch, psychologisch, spiritueel ook wel. Het aantal aanmeldingen voor deze collegeserie was 1200. En dat is de best ingetekende collegeserie in Yale. Dat was vorig jaar. Er zijn interessante fragmenten op YouTube. Dat herinnert mij, wat jullie zeggen en dit verhaal, herinnert mij aan een van de belangrijkste zinnen die ik ooit gelezen heb voor mij. Dat was een wijze man die zei, een oude wijze man met gevoel voor spiritualiteit, die heeft gezegd in een magnifiek boek, hij zegt, laat moderne westerse mensen, en dat zijn wij, laat moderne westerse mensen kunnen zo verschrikkelijk veel, hebben zo verschrikkelijk veel, willen zo verschrikkelijk veel. Maar waar zijn ze nou niet zo goed in? Wat kunnen laatmoderne westerse mensen uitgesproken slecht? Toegang krijgen tot morele en spirituele bronnen. Dat is zijn antwoord. En wat mij daarin ontzettend fascineert is dat brede begrip van moraal en spiritualiteit. Ik denk dat alles wat we vanavond hebben aangeraakt, dat het daaronder valt. Maar hij zegt ook bronnen. Hij zegt niet ideetjes. Dingetjes, experimentjes, gesprekjes. Hij zegt bronnen. En ik vind de uitdaging voor mijzelf als dominee die graag iets doet met spiritualiteit. En ik vind de uitdaging voor jullie zoals jullie hier zitten. En de uitdaging voor ons allemaal. Omdat ik voel dat velen van ons hebben iets met religie of spiritualiteit. Durf door te stoten naar dieper en meer. En zoek de bronnen. Dat wat voor jou de bron is. En weet dan ook dat je daarvan zo ontzettend uit kan delen op alle manieren. Vorige week vrijdag zat bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. Typhoon, rapper, zanger.
ik ken hem van gezicht en ik dacht, hey, daar heb je hem, Typhoon. Ik had helemaal niet in de gaten dat hij er al 2 jaar uit lag. Hij was eigenlijk voor het eerst weer in beeld, letterlijk. Helemaal naar de kloten. Na 4 jaar ongebreideld optreden, alle festivals, helemaal burn-out. En hij zit daar bij Matthijs van Nieuwkijk. Hij begint te vertellen, wat is met jou gebeurd, Typhoon? Hij zegt, ik zat diep, ik zat zwart. Op een gegeven moment ging het echt zo slecht, toen wist ik het niet meer. Toen heb ik in mijn notitieboekje opgeschreven, God SOS. Diepe stilte in de studio. Mark Marie zegt, en wat gebeurde er? En dan gaat hij vertellen en zegt, ja, het is moeilijk in woorden uit te drukken, maar ik heb iets gehoord en ik denk dat de stem van God is. Wat zei die stem dan? Ja, het is moeilijk in woorden uit te drukken, maar de kern ervan is, het is goed. Het is goed wie je bent. Je bent er al. Je bent compleet. Hij deed veel welbespraakter dan ik nu kan, met veel meer vrolijkheid. Ook toen ging hij door. En toen zei hij, maar wat je nou moet doen, zelfs als je de stem van God hebt gehoord. Ik denk dat de stem van God was. Zelfs als je de stem van God hebt gehoord. Wat je moet doen, waar we ons in moeten oefenen, zei hij. We moeten onszelf oefenen in, laat los en open je hart. En waarachtig, die studio zat net zo stil te kijken en te luisteren als jullie op ditzelfde moment. Dat betekent dat ik in ieder geval reden kan navertellen. Ik dacht, Typhoon, jij bent een gezegend mens. Je hebt diep gezeten. Jij hebt iets ontdekt op jouw manier. Typhoon zegt niet, iedereen moet aan God. Hij had zich laten dopen. Hij zei niet, iedereen moet zich laten dopen. Hij wilde graag iets vertellen van wat hij had ontdekt op het superdiepe punt. Maar zijn boodschap was, loslaten en je hart openen. Ik ben al 44 jaar van mijn leven, zo oud ben ik, een klein beetje aan het leren. Vaak aan het kloten, een klein beetje aan het leren. Hoe je nou loslaat en je hart opent. Dat hebben ze me niet verteld op de basisschool. En ook niet in 7 jaar academische theologie en 3 gerenommeerde universiteiten. Het gebeurde bij mij vanavond een beetje. Alleen al door hier te zitten, met sommige van jullie te praten, naar jullie verhalen te luisteren. Dus dit is de avondsluiting. Dit is de message. Hoe je hier ook zit, hoe je hier ook komt, verder zoeken. De bron is altijd dieper. En loslaten, je hart openen. En er lopen honderden mensen om je heen die amper benul hebben van de dingen waar wij het vanavond een klein beetje over hebben. Want dat is Amsterdam ook, met al zijn astrologie en andere dingen. Do it, share it. Dankjewel, tot aan de bar.